Ja, goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom. De deuren gaan dicht, geloof ik. Hartelijk welkom in de balie vanavond bij het slotdebat. Morgen mag u kiezen bij het Feest der Democratie. Nog een laatste avond om uw stem te kunnen bepalen. Op wie, op welke vrouw of man, op welke partij gaat u stemmen? Mijn naam is Juri Albrecht, ben directeur van de balie. Ik heet u hartelijk welkom. Ook namens Ronald Okhuizen, hoofdredacteur van het Parool. We hebben een prachtige samenwerking met Parool achter de rug. Heel hartelijk dank het Parool daarvoor. En het is vanavond toch even belangrijk, vind ik, om stil te staan bij de democratie en bij de rechtsstaat. Er zijn een aantal burgers in de stad die zo vriendelijk en zo goed en zo moedig zijn om zich verkiesbaar te stellen. Ik vind dat we toch even moeten markeren dat dat een zeer onderbetaalde baan is. Uit recent onderzoek blijkt dan toch weer dat dat per uur iets is waar ja, nauwelijks een Nederlander vooruit zijn bed komt. Het aantal uren dat een raadslid daarin zet is ongelooflijk. Het feit dat er mensen zijn die dat doen, die gedeeltelijk dan soms ook nog bedreigd worden, uitgescholden. Ja, social media hebben we het al niet eens over. Dat vind ik zeer, zeer, zeer lovenswaardig. En ik vind dat we het toch even moeten memoreren, want daar gaat het hier vanavond over. De mensen die zich kandidaat stellen om in de gemeenteraad te gaan zitten. En laten we blij zijn dat er mensen zijn die dat doen. Dat is de democratie. En dan als er de rechtsstaat, dan is er de open samenleving. Het feit dat journalisten hier in de stad bedreigd worden. Vanavond is Paul Vugts hier. Ik vind het buitengewoon bewonderenswaardig dat hij hier is. Dat is hij hier omdat er mannen van de DKDB hem beschermen. Ik vind het toch echt belangrijk om te markeren dat pers en democratie, dus gemeenteraadsleden en verslaggevers, de basis en de zuilen zijn van een open, democratisch, rechtsstatelijke samenleving. Fijn dat we hier vanavond met z'n allen zijn en dat we hier veilig zijn. En het debat wordt vanavond geleid door twee redacteuren van het Parool en één redacteur van de balie, Tim Wagemakers, die het van mij overneemt. En vanavond een van de voorzitters is Tim Wagemakers. Ja, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Welkom bij het grote de balie, het Parool, slotdebat van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik weet niet of u moet misschien maar even om u heen kijken, want tussen de mensen die een kaartje gekocht hebben zitten ook wat mensen die campagne gevoerd hebben. En als u een beetje naar die ogen kijkt, dan ziet u dat die wat kleiner zijn geworden de afgelopen weken. Van het struinen langs al die buurthuizen, cafés, markthallen, debatcentra. Het is maar om even te zeggen dat we over iets minder dan of iets meer dan 11 uur mogen stemmen. Nog één nachtje slapen. En dat dat een belangrijk moment is voor u, omdat u dan gaat bepalen hoe de toekomst van Amsterdam eruit gaat zien. Maar dat misschien nog wel een spannender moment is voor al die lijsttrekkers waar Juri ook al even aan memoreerde, die het vuur uit hun sloffen hebben gelopen de afgelopen anderhalve maand. Maar het is nog niet voorbij, want u gaat niet stemmen voordat u nog één keer 10 lijsttrekkers hebt gehoord die u gaan proberen over te halen om toch uw stem aan hen te geven. Er zijn wat mensen in de zaal die het al weten, denk ik, aan de truien en sjaaltjes te zien. Er zijn ook veel mensen, denk ik, die het nog niet weten. Maar we gaan ook via de kabels het land in. Dus er zullen ook veel mensen meekijken via de livestream. Die benieuwd zijn naar de plannen van de lijsttrekkers. Mijn naam is Tim Wagemakers. Ik ben programmamaker bij de Bali. En ik ga u zo dadelijk voorstellen aan paroolredacteuren Michiel Cousie en Ruben Koops, die u daar ziet zitten. En het is onze taak om deze avond in goede banen te leiden. En dat gaan wij doen met 10 lijsttrekkers van 10 partijen die volgens de peilingen de zetels gaan verdelen in de Amsterdamse gemeenteraad. We hebben 5 stellingen gekozen waarvan wij denken dat die ofwel nog een beetje aandacht verdienen, ofwel nog niet genoeg aan bod zijn gekomen in de campagne tot nu toe. En dat gaan we doen middels plenaire debatten. Het wordt een beetje een carousel vanavond, want we hebben 10 partijen en er staan maar 5 tafeltjes. Dus per plenair debat doen er 5 partijen mee en 5 partijen niet. En die mixen we dan zo gedurende de avond erdoorheen. Tussendoor wordt elke partij, die krijgt dan de kans om nog één keer uit te leggen waar zij voor staan, middels een interview door Ruben Koops en Michiel Cousie. Dat doen we tussen de stellingen door. De 5 stellingen zijn concrete maatregelen of uitgangspunten die we bespreken. Maar daaronder liggen thema's die belangrijk zijn en die we ook aan bod zullen laten komen. Duurzaamheid, veiligheid, wonen, groei, drukte en infrastructuur. Dus we zullen daar vanavond proberen helderheid te krijgen op de verschillende standpunten van de lijsttrekkers. Twittert u vooral mee via hashtag Leven Amsterdam. Zet wel uw telefoon op stil. U bent gekomen voor een goed debat, dus geef ook vooral de lijsttrekkers de kans
om hun visie uit te leggen. Geef u applaus wanneer u het mee eens bent. En zorg dat we een mooie avond gaan hebben met elkaar. Maar laten we vooral ook beginnen. Het is mijn taak om u rond 10 uur naar de bar te brengen voor een drankje om het einde van de campagne te markeren. Al hoorde ik dat er morgenochtend nog een paar lijsttrekkers ergens te bespeuren zijn in de stad. Maar dit is het laatste slotdebat dat we hebben. Dus laten we vooral de eerste 5 lijsttrekkers naar voren vragen die in de eerste ronde aan de beurt zijn. Ik hoop dat ze niet te veel staan te kleppen achter de deur. Volgens mij zijn ze... Bent u er nog een beetje bij? Ja. Ja, ze zijn er nog. Dat scheelt alweer, hè? Ja. Oké, we gaan beginnen. Geef ze een warm applaus, de lijsttrekkers die in de eerste ronde meedoen. Erik van den Burg van de VVD. Laurens Ivens van de SP. Rutger Groot-Wassink van GroenLinks. Reinier van Danzig, D66. En Marjolein Moorman, Partij van de Arbeid. God, dat is toch lekker binnenkomen, denk ik zo, ja. Maar u mag uw applaus nog een keer geven, want we hebben ook nog 5 lijsttrekkers die nu daar op de krukken plaats gaan nemen, maar vanaf de tweede ronde er doorheen gemixt worden. En geef hun vooral net zo'n hard applaus. Als eerste Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. Diederik Boomsma van het CDA. Sylvana Simons van Bijeen. Sylvana. Morad Taimunti van Denk. Sylvana, ja. Morad Taimunti van Denk. En Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. Ja, kom maar, ja. Zo. Nou, dat is gelukt. De rest is een fluitje van een cent, zou ik zeggen. U bent er bijna uitgeklapt, maar nog niet helemaal. Want nu iedereen zit en staat, haal ik graag naar voren en geef hen ook een warm applaus. Ruben Koops en Michiel Cousy van het Parool. Ja, heren. Tussen elk plenair debat en zometeen als start van de avond interviewen jullie 2 lijsttrekkers, hè, over hun plannen. Nog 1 keer wat zij vinden van de stad. Misschien eerst Ruben, daarvoor nog even. Wat voor campagne hebben we gezien? Ja, dit was toch wel de campagne van de nieuwkomers volgens mij. Ze zitten nu nog in de coulissen, maar de nieuwe partijen die misschien samen zometeen wel 10 zetels in de peilingen in de Amsterdamse gemeenteraad gaan innemen. Die hebben natuurlijk wel de campagne bepaald. Meest memorabele moment, misschien herinner je het nog, hier op dit podium. Toen de voormalige nummer 2 van Forum zo het podium opstormde. Een mooie metafoor voor hoe die nieuwe partijen aan de poorten van de Amsterdamse stoopgraaf staan te rammelen. Ja. En hoe doen die gevestigde partijen het volgens jou? Nou ja, je ziet die hokken iets dichter naar elkaar toe. Onder die druk beginnen ze wat dichter naar elkaar toe te schuiven. Ze weten dat ze zometeen samen moeten gaan besturen. En hier en daar hebben ze ook gezegd, we gaan die nieuwkomers een beetje op afstand houden. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie in een vroege fase is door D66 echt direct aan de kant gezet. En hetzelfde geldt voor Denk, die er in een latere fase door GroenLinks echt is buitengesloten van het stadsbestuur. Ja. Michiel, het is de laatste avond van de campagne. Waar ben jij benieuwd naar? Nou, het geflirt. Het geflirt? Ja, naar het geflirt. Kijk, we staan natuurlijk dit is de laatste kans van de partijen om kiezers te winnen. Dus ik verwacht ook wel hier en daar wat profileringsdrang. Maar goed, we staan aan de vooravond van de verkiezingen. Na morgen begint eigenlijk al de formatie van het nieuwe gemeentebestuur. En we hebben de afgelopen week toch wel gezien dat met name D66 en VVD echte directe avances maken naar GroenLinks. Het mooiste meisje van de klas op dit moment. Nee, die kan rustig in zijn zak steken, ja. Ik kan er niks aan doen. Het gaat open en bloot. We zitten er gewoon bij. Dus ik ben echt benieuwd wie er vanavond gaat zitten voeten. En dat ga je dan ook meenemen in de interviews? Nou ja, kijk, we zullen natuurlijk standpunten willen uitwisselen. Maar we zijn toch ook wel benieuwd of we een inkijkje kunnen krijgen in wat er na morgen gaat gebeuren. Nou, laten we dan vooral snel beginnen. Ruben en ik gaan even aan de zijkant zitten en dan als eerste naar de parooldesk, zoals we hem dan maar dopen, mag komen Sylvana Simons van Bijeen. Hi. Hallo. Hi. Welkom. Dankjewel. Mevrouw Simons, volgens de peilingen gaat u debatteren in de Raad. Dat betekent ook dat u in Amsterdam moet gaan wonen. Heeft u wel een huis op het oog? Ja. Ja. Hoe is dat zo gelukt? ik heb het geluk dat ik waarschijnlijk het huis kan betrekken
van een zeer goede vriend die zelf het huis niet nodig heeft. Ja, ja. Een netwerk. Ja. Nee, want ik vraag natuurlijk naar ook. Woningmarkt is natuurlijk een belangrijk thema. U heeft zelf in uw partijprogramma staan dat het momenteel in Amsterdam een ramp is. Ja. Voor mensen zoals u, niet helemaal zoals u dus, maar die een huis zoeken in Amsterdam, dat ook nog betaalbaar is. Ja, u heeft ook niet gevraagd of dit betaalbaar was. Is het betaalbaar? Goeie vraag. Ja, toch? Nee, maar dat is ook zo. En ik maakte me daar ontzettend veel zorgen over, want de functie van raadslid vereist nou eenmaal dat je in Amsterdam moet wonen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het is eigenlijk onmogelijk om op zo'n korte termijn een betaalbaar huis te vinden in Amsterdam. Dat is niet nieuw, dat is al heel lang zo. Dus dan ben ik heel blij dat iemand zegt... Het gaat echt trouwens wel voor zelfvertrouwen, dat u toch al een huis hebt, terwijl het nog maar gebaseerd is op peilingen. Nou ja, ik bedoel, sorry? Oh ja, gaat u Airbnb doen? Nee, ik ga zeker niet Airbnb'en, nee. In uw partijprogramma heeft u staan dat van de nieuw te bouwen woningen 50% sociale huur moet worden. Daarmee steekt u SP naar de kroon. Ja. Het is echt het meest van allemaal. Ja. Waarom zoveel sociale huur in de stad? Omdat de balans hersteld moet worden. Dat zie je eigenlijk door ons hele verkiezingsprogramma heen. Ja. Dat wij constateren dat er zoveel disbalans is ontstaan. Zoveel groei. Of het nou gaat over wonen, over het toerisme. Over eigenlijk die hele stad. Het is er heel vaak over gegaan tijdens de campagne. Die gaat ten onder aan het groot kapitaal en het grote geld. Ja. En we denken dat die balans opnieuw hersteld moet worden. Want, dat is namelijk ook iets wat in deze campagne heel vaak gebeurt. Er wordt heel vaak gesproken over middeninkomens. Ja. En dan zeggen kandidaten, de middeninkomens moeten ook kunnen huren, want de leraar moet hier ook kunnen wonen. Ja. En dan denk ik, ik vind het nogal wat om te stellen dat leraren een middeninkomen verdienen. Want u denkt dat ze tot een ander soort inkomen behoren, lager inkomen? Ja, ik denk dat de grens ten eerste nu zodanig ligt dat die eigenlijk wat omhoog zou moeten. Dus dat mensen met een iets ruimer inkomen voor die sociale ook nog sociaal dat ze ook erin zouden kunnen, moeten kunnen huren. En het is niet voor niets dat docenten staken omdat zij meer land willen. Docenten zijn natuurlijk niet de enigen die aan de poort kloppen van Amsterdam. Hè. De volgende stelling gaat over gezinnen. Ja. Die vaak meer verdienen dan maar ook meer uitgeven. Maar waar kunnen die dan wonen als 50% naar sociale huur gaat? Waar moeten die mensen terecht? Er is genoeg. Er moet op allerlei manieren die huurprijzen, ook in het middensegment, gereguleerd worden. Een van de dingen waar wij... Vertaal dat eens even, want het laatste nieuws is natuurlijk dat gezinnen juist nu massaal de stad verlaten. Ja. Ik snap het niet, maar wat bedoelt met reguleren? En wat ik wilde het net gaan zeggen, maken? Maar toen ging u mij in de reden vallen. Op het moment... Ik zit er bovenop, hè? Ja, lekker streng. Streng. Desparals. Op het moment dat je... ik moet even wat breder gaan. Ja. Niet te breed. Nee, maar het moet even. Om uit te leggen dat wat ik tijdens de hele campagne gezien heb, is dat iedereen is op zoek naar quick fixes. Iedereen is op zoek naar welke pleister kun je op mijn wondje plakken, dan kan ik even verder. Maar waar onze partij voor staat, is serieuze systeemkritiek. Ja. Dus dat betekent dat je niet alleen maar pleistertjes moet plakken, maar dat je moet kijken naar het hele systeem. Dat geldt eigenlijk voor alle problemen die je tegenkomt. Als je dus naar de woningmarkt kijkt, dan moet je niet alleen kijken naar hoe moeten we bouwen en hoeveel moeten we bouwen en voor wie moeten we bouwen, maar wat doen we met het bestaande aanbod. En we gaan er nu vanuit dat gezinnen met jonge kinderen, die willen niet alleen maar betaalbaar wonen. Die willen ook zodanig wonen dat hun kinderen buiten kunnen spelen. Ja. Dat er goede scholen in de wijk staan. En wat wilt u concreet voor hen doen? En wat wij concreet voor hen willen doen, is de... Het wonen, het zogenaamde scheefwonen waar nu over wordt gesproken, willen we omdraaien, aanpassen aan het inkomen. Dus dat begrijp ik niet helemaal. Nee, dat vinden mensen, heel veel mensen ingewikkeld. Maar het blijkt dat als je de huur aanpast aan het inkomen van mensen, dat zij veel eerder bereid zijn om te gaan verhuizen. Als een, natuurlijk verloop. Ik begrijp het. En dan komt er weer ruimte vrij op de woningmarkt. Ik wil nog één vraag stellen. Als u in de raad komt, en dat ziet eruit, wat zou nou het eerste voorstel zijn wat u gaat doen? Ja, het zijn er zoveel. Maar toch één. Ik denk dat ik gewoon morgen alvast ga beginnen te schrijven. Dan lever ik er een aantal in. En die gaan bijvoorbeeld over de gemeente zelf. Die gaan over ons onderwijs. Die gaan over representatie. Die gaan over het decoloniseren van de openbare ruimte. Maar die gaan vooral ook over duurzaamheid. Dus ik kan nu alvast de eerste raadsvergadering in de agenda schrijven dat het tot heel laat gaat duren. Het gaat tot heel laat duren, want er moet heel veel gebeuren in de stad. Oké, dank u wel. Dank u wel. Ruben. Dank u wel.
Ik wil graag die andere nieuwkomer naar voren vragen. Murat Taymunti van DENK. Welkom. Een aantal peilingen. En die laatste peilingen zijn allemaal vrij consequent. En die zeggen 3 zetels. Ja. Geloof je het? Ik geloof het wel. Ik geloof altijd de peilingen. Ja? Ja. Jij denk je het? Misschien meer, minder? Ja, je hoopt altijd meer, hè? In plaats van minder, minder, minder. Touché. Ja, die kennen we. Die kennen we. 3 zetels. Ook voor jou de vraag die net aan Sylvana werd gesteld. Wat is het eerste wat jij gaat doen als je zometeen met jouw fractiegenoten in die gemeenteraad mag plaatsnemen? Nou, ik denk dat je als gemeente het goede voorbeeld moet geven op alle terreinen. En waar we inderdaad zien dat bijvoorbeeld diversiteitsbeleid binnen de gemeente gewoon echt tekort komt. En ik denk dat we daarop moeten inzetten. Ik denk dat als je veel meer diversiteit hebt, dat je ook de stad veel beter gaat begrijpen. Dus dat is een motie voor een quotum of zo? Dat als eerste? Ja, ik zou niet zeggen een quotum, maar ik zou wel zeggen, we gaan even iets kritisch naar de HRM-afdeling kijken. Ja. Oké, interessant. We kennen het DENK natuurlijk nog niet. Jullie zijn nieuw in deze stad, althans nieuw zometeen in de gemeenteraad. Dus ik heb een beetje ook rondgekeken in de rest van het land wat DENK-bewegingen daar hebben voorgesteld. Mm-hmm. En mijn oog viel op een voorstel van DENK in Amersfoort. Die heeft voorgesteld om parkeerwachten op vrijdagmiddag een oogje dicht te laten knijpen bij de moskee. omdat dat voor de mensen die daar dan moeten zijn genoeglijk is. Wat vind je van dat voorstel? Nou ja, ik zou niet zeggen dat wij de wet willen overtreden en dat mensen moeten wild parkeren. Daar zijn we dus natuurlijk tegen, want vooral in Amsterdam is het gewoon bijna niet te doen. Maar het is natuurlijk wel een wezenlijk probleem parkeren. Je ziet dat inderdaad bijvoorbeeld bij gebedshuizen op vrijdag is het gewoon niet mogelijk om je auto kwijt te kunnen. En mensen komen toch best wel van ver, omdat je niet overal die gebedshuizen hebt. Dus je ziet dat mensen inderdaad hun geloof willen beleiden. Dat geldt niet alleen voor moslims. Ik hoor de fiets, ik hoor de tram misschien. Ja, nee, dat weet ik. Maar er komen echt mensen ook van buiten de stad richting die gebedshuizen. Bijvoorbeeld tempels, Sikh-tempels, die heb je niet overal. Mensen komen echt vanuit andere steden om hun gebed te verrichten in de stad. En ik denk dat we daar wel kritisch naar moeten kijken. Hoe is dat parkeerbeleid? En ik vind bijvoorbeeld als je gaat specifiek kijken rond die locaties dan? Nou ja, ik denk omdat die locaties mensen trekken die van buitenaf komen, betekent dat je daar inderdaad heel kritisch naar moet kijken of dat wel goed gaat. Want mensen uit de wijk hebben er met name last van. Want wij horen ook wel eens, u ook vaak in debatten zeggen, dat u probeert een brede partij te zijn voor alle Amsterdammers. Ja. Dit zijn natuurlijk maatregelen die heel specifiek gaan over hele kleine groepjes Amsterdammers. Is dat ook waar jullie op gaan focussen? Op die kleinere groepen? Nee, absoluut niet. We zijn echt een partij. Dit lijkt er wel een beetje op natuurlijk. Ja, we praten nu over Amersfoort. Ik praat over Amsterdam. In Amsterdam breed willen wij gewoon inzetten voor alle Amsterdammers. En die mensen die naar zo'n gebedsplaats gaan, zijn ook gewoon Amsterdammers. Daar moet ook gewoon rekening mee gehouden worden. Okay. Dus in die context neem ik ze zeker mee. Oké. Ik heb uw programma gelezen. Ik heb een stukje over geschreven. Maar het viel mij op dat er geen financiële onderbouwing bij zit. Ja. Dus nou, het hoeft niet, want we 101 miljoen extra gekregen. Die hebben jullie al uitgegeven. Ja. Nee, maar plannen kosten geld. En het is een goed gebruik om daar dan toch een beetje inzicht te geven hoe je ze betaalt. Ja. Was dat voor jullie nog even te ingewikkeld? Of hebben jullie dat bewust niet gedaan? Ja, nee, we hebben dat inderdaad bewust. We hebben wel natuurlijk financieel gekeken van waar bijvoorbeeld geld vandaan zou moeten komen. Waarom hebben jullie dat niet gedeeld met ons of met burgers? We hebben bijvoorbeeld de OZB hebben gezegd van dat willen we vanuit huizen boven de 7 ton willen we iets mee doen. Maar het blijft natuurlijk wel altijd heel interessant om te zien dat vlak voor de verkiezingen er opeens bakken met geld komen. Dat is gewoon een feit. Elke verkiezing, of het nou Tweede Kamer is of vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, gaat de portemonnee open. En ik hoor Erik van den Burg nog zeggen, geld is het probleem niet. Dus ik denk, al onze plannen gaan gewoon lukken. Oké, dus daar is geen inzicht voor nodig om hoe je dat betaalt. Ja, natuurlijk is dat inzicht, maar dat gaan we natuurlijk gezamenlijk doen. Je gaat straks een begroting opstellen. En het is natuurlijk flauw om te zeggen, ja, heb je daar van tevoren een volledige financiële onderbouwing voor? Je hebt idealen, die kosten geld. Maar ik stel het sterker nog, want dat antwoord heb ik jou ook gegeven. Heel veel van onze idealen kosten geen geld. Het is gewoon gedragsverandering. Helder. Uw partij staat in de Tweede Kamer ook wel bekend om het feit dat jullie filmpjes maken van het stemgedrag van andere parlementariërs. Is dat ook iets wat u gaat introduceren in de Stopra? Nee, ik ga dat niet introduceren, want het is er al. Je kan er gewoon live meekijken, dus mensen kunnen het zien. Nee, maar dat u daar gaan scènes uit gaat knippen. Ja. Nee, we gaan niet knippen plakken, we gaan het wel promoten. Want we zeggen wel dat het transparant moet zijn. Dus als je in de openbare ruimte tijdens deze verkiezingen een mooi verhaal vertelt aan de zaal, zoals hier, of op tv of waar dan ook, dan moet het ook terugkomen in het politieke arena, zeg maar, in de raad. Dus op het moment dat we zien dat het niet gebeurt, die mensen zijn, vertellen het ene verhaal buiten, doen het andere in de raad, ja, dan zullen we het haarfijn blootleggen. Helder. Laatste vraag. Deze verkiezingen gaan natuurlijk ook over een nieuwe burgemeester. Want u en uw partijgenoten die zometeen in de raad komen, gaan mede beslissen wie de nieuwe burgemeester moet worden. Ja. Heeft u liever een linkse of een rechtse burgemeester? Ja, ik ben een linkse partij, dus ik heb altijd liever een linkse burgemeester. Maar ik denk dat we het aan de Amsterdammers moeten overlaten. Wij willen juist dat de Amsterdammers hun eigen burgemeester kunnen kiezen. En als Amsterdam in zijn geheel kiest voor een rechtse burgemeester, dan so be it. En daar gaan we er heel fijn mee samenwerken. Maar goed, de referendumcommissie heeft al gezegd dat is niet mogelijk. Dat ligt dus toch deze keer nog bij u. Nou, dan kies ik altijd voor hetgene wat dichtst bij mij staat, en dat is links. Helder, dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel voor deze vragenronde.
Wij gaan beginnen met de eerste stelling, maar niet nadat we eerst naar een filmpje hebben gekeken. Stelling 1. Amsterdam gaat gezinnen financieel helpen, zodat ook zij een huis kunnen kopen. Jonge gezinnen worden gedwongen Amsterdam te verlaten door de snel stijgende huizenprijzen. Maar liefst 40% van de gezinnen die hun eerste kind hebben gekregen, verhuist naar een naburige gemeente. De politiek heeft de mond vol van de gemengde stad, maar ziet de gezinnen vertrekken. Moet de gemeente gezinnen niet financieel helpen om die torenhoge huizenprijzen op te kunnen brengen? Ja, heeft u allemaal uw bordjes gedraaid? Ik zie twee... meneer Van den Burg, ik begin bij u. U draait hem heel langzaam richting groen. U bent het eens met deze stelling. Hoe ziet u dat voor zich? Ja, ik zat even te twijfelen, omdat ik, als ik vind dat je de eigen huizen bezitten moet stimuleren, je het niet specifiek voor gezinnen moet doen. En dat is hier de stelling en ik vind dat je het breder moet doen. Maar ik kan me wel goed voorstellen dat wij constructies verzinnen waarmee we het eigen huizenbezit in Amsterdam bevorderen. Dat is op zich een grote wens van de VVD. En als we daarbij mensen moeten helpen, nou, sommige van die mensen wonen alleen, anderen wonen met z'n tweeën, derden hebben een gezin, dan wil ik het totaal daarin helpen. Dus ik twijfelde vanwege het niet alleen willen beperken tot gezinnen. Wat is de belangrijkste manier, hè, als we dan toch even alleen over die gezinnen hebben, waarop u hen kunt helpen? Nou, we hebben in het verleden natuurlijk te maken gehad met gemeentegaranties of constructies waarbij je leningen verstrekt. Je kunt het ook doen door middel van de grondprijs. Dan hebben we nog wel een ander punt op te lossen waar we wellicht later ook nog over komen te spreken als het gaat om de woningmarkt. Maar het is belangrijk dat deze stad een gemêleerde stad is in alle opzichten. Dus ook in de zin van sociale huur, middeldure huur, dure huur, maar ook koop. Ja. En die koop die wordt nu vooral gezien in het topsegment. Terwijl je ook moet kijken hoe je juist ervoor kunt zorgen dat mensen ook met een laag inkomen een woning kunnen kopen. En daarvoor moet je dan constructies bedenken. Meneer Evans, u was de afgelopen 4 jaar de wethouder bouwen en wonen en u bent tegen deze stelling. Kunt u kort uitleggen waarom u dat geen goed idee vindt? Nou, precies wat jij zei bij de stelling al, om deze mensen die torenhoge prijzen te laten betalen. Ik wil niet mensen een torenhoge schulden opzadelen. Ik wil juist dat die prijzen van die woningen omlaag gaan. Door nu te zeggen dat meer mensen meer kunnen gaan lenen, bijvoorbeeld de starterslening, stijgen de prijzen van de huizen alleen maar verder. Maar goed, die gezinnen trekken nu de stad uit. Maar u gaat en daarom zorgen dat daarom 4 jaar de prijzen verkopen. En daarom zou ik dus graag dat willen gaat niemand van ons allemaal beleid inzetten om te kijken of we de prijzen van de huizen omlaag kunnen brengen. Dat kunnen wij doen door middel van A, heel veel woningen bij te bouwen. Dat hebben we de afgelopen jaren al gedaan. Heeft nog onvoldoende effect. Heeft geen effect gehad. Evens, maak uw punt even af. B, zelfbewoningsplichten in te voeren. Dus zorgen dat niet meer de belegger de woning wegkaapt. En C, zorgen dat niet meer woningen waar nu gezinnen wonen verkamerd worden in heel veel kleine kamers die voor de hoofdprijs worden verhuurd. Ja. Dus ik zeg, we willen niet dat mensen die torenhoge prijs gaan betalen, we willen dat de prijzen van de huizen omlaag gaan en die manier de gezinnen. Mevrouw Moorman, u draaide heel snel richting groen. Ja, nou, maar eigenlijk al die dingen waarvan Laurens Evans nu zegt, dat moet je doen, daarvan denk ik, dan ben je dus voor. He, want dan wil je dus meneer Evans niet snapt het bordje niet. Nou, het is hoe je hem leest. Kijk, wij hebben inderdaad een co-koopregeling in ons programma staan. Dat betekent dat voor mensen tot 50.000 euro inkomen, dat kan ook zeker een gezin zijn, kunnen we samen met de gemeente kopen. En dan hebben we ook weer, als het huis verkocht wordt, als gemeente een belang, waardoor je het ook mogelijk maakt om die huizenprijzen enigszins. Dat is ook al eerder gedaan in bijvoorbeeld Zaandam. Dus dat zou je kunnen doen. Maar nog veel belangrijker vind ik dat je inderdaad stuurt op die grondprijzen. De grondprijzen moeten omlaag bij nieuwbouw. Nou ja, wij zeggen, wij willen ook grote woningen. En dat betekent ook voor de investeerders dat ze misschien een wat lagere grondprijs van de gemeente, want anders dan doen ze niet. Want kijk, als je het gewoon aan investeerders laat, dan zeggen ze gewoon heel veel kleine woningjes voor hele hoge prijzen. En hoe meer regels je oplegt om te zeggen, nee, we willen bijvoorbeeld het groter, dat kost de gemeente geld. Maar dat vind ik niet zo erg, want ik wil die keuze graag maken. Ja. Meneer Godwassink, u bent halverwege. Ja, omdat ik... wat ik problematisch vind, is dat als we mensen nu helpen een huis te kopen, we eigenlijk meedoen in die gekte. Want het grote geld is nu de baas. En speculanten en investeerders jagen nu prijzen op. Waarom? Omdat ze gewoon toegang hebben tot kapitaal en makkelijk kunnen overbieden. Wat we veel meer moeten doen is, denk ik, dingen als maatschappelijk gebonden eigendom, waarin je als overheid het bezit deelt. Hè, dan kun je het ook reguleren. Want
eigenlijk de koopmarkt is niet het probleem. Waar we behoefte aan hebben in deze stad is dat we betaalbaar bouwen. Dat we heel veel betaalbare woningen bouwen. En vooral dat we ze ook betaalbaar houden. Want goede afspraken maken met investeerders. Het grote risico wat er natuurlijk is, is dat we nu bouwen, dat we die woningen dan voor een tijdje betaalbaar hebben, maar dat ze uiteindelijk doorschieten. Want dat is wat je nu ziet. Ik ken heel veel voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld een particuliere sociale huurwoning hebben, of in het middensegment, wat nu nog betaalbaar is, bijvoorbeeld €900. Maar op het moment dat zij weggaan, schiet zo'n woning naar €2000. Ja. En dan ben je het kwijt. Meneer Van Danzig, eigenlijk moeten we nu goede afspraken maken voor de lange termijn, niet alleen voor gezinnen bouwen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nee, helemaal eens. Ik wil er wel bij zeggen dat gezinnen die de stad verlaten echt wel een groot probleem zijn in Amsterdam. Ik ben zelf een kind van een stadsgezin. En ik zou heel veel meer mensen gunnen dat ze in Amsterdam kunnen opgroeien zonder dat ze weg moeten voor een extra kamer. Ik ben met GroenLinks de afgelopen periode redelijk opgetrokken hierop. Dus voor een deel kan ik me vinden in wat Rutger zegt. Is dit nou flirt? Nee, dit is flirt. Is begonnen, ja. Nee, nou ja, dit is gewoon een feit. Wij hebben hier samen voorstellen over ingediend. Ja. Ik zou het iets minder Maar goed, even terug naar het onderwerp. Wat voor D66 hierbij belangrijk is, en dan neem ik toch weer een beetje afstand, is dat we vooral naar de corporatiewoningen kijken. Wij denken echt dat je met woningcorporaties afspraken kan maken om niet alleen gericht aan gezinnen te verkopen, maar dat ook nog kan doen met inderdaad dat maatschappelijk gebonden eigendom, dat de prijzen laag blijven. En dat je ook kan afspreken. Je krijgt nu een korting. Ja. En als je winst maakt, geef je dat weer terug aan de corporatie. Mevrouw Moorman? Ja, maar deze flirt is ook een beetje sorry voor mijn gedrag in het verleden. En was het bijvoorbeeld... Nee, maar kijk maar. Als we bijvoorbeeld kijken naar de sluisbuurt. Toen zei u juist, doen we grotere woningen. Dan doen we wat minder middenhuur. Heeft hij eigenlijk helemaal niet in lijn met GroenLinks. En al zeker niet in lijn met de PvdA gekozen voor juist veel duurder. Wij willen hetzelfde. Meneer Van Danzig, één korte reactie. En dan ga ik naar meneer Van den Burg. Dat is nou een heel goed voorbeeld, want daar hebben wij gezegd, wij willen geen kleine bezemkasten waar je als gezin niet in kan wonen. We willen grotere woningen, grotere sociale grotere middenhuur. Ja, mevrouw Moorman, grotere woningen kosten ook meer geld. Sorry, dat is gewoon een feit. Nee, ja, dat is 10 miljoen, okay. Dat had u ook gewoon kunnen zeggen, dat doen we gewoon. Meneer Van den Burg? Ja? Nou, u hoort dat mevrouw Moorman zegt dat in het college waar u ook bij zat, er niet geleverd is door D66. Daar was u ook bij. Dat er niet geleverd is door D66, ja, maar ik ga niet nu dat lopen herhalen. Dat heeft mevrouw Moorman al gedaan. Het is waar. Het is wel waar, toch? Het is wel waar dat bij de sluisbuurt de VVD meer haar zin heeft gekregen dan D66, omdat wij een extra aantal dure huur- en koopwoningen kregen. En ook de SP... kan redelijk terugkijken op de sluisbuurt. Maar ja, dat is een keuze. Het een mooi project geworden. Ja. Ja. Maar goed, het is natuurlijk heel makkelijk om... We zijn allemaal, denk ik, dat gezinnen in de stad kunnen wonen. Maar tegelijkertijd, elke woning die je voor de ene groep bouwt, bouw je niet voor de andere groep. Ja, maar het gaat, het gaat uiteindelijk om de vraag, in wat voor stad wil je ook in de toekomst wonen? En ik vind gezinnen heel belangrijk voor de stad. Hè, want dat geeft heel veel levendigheid. Het is ontzettend belangrijk dat hier kinderen op straat kunnen spelen. Ondertussen en trekt 40% weg. Nou ja, daarom is dat erg. Dus als je ervoor kiest dat je altijd gezinnen in de stad wil huizen, dan zal je dus groter moeten bouwen. En dat betekent inderdaad keuzes maken. Dat vond ik bij die sluisbuurt vond ik dat gewoon heel jammer. Ja, maar Moorman, ik wil eerst naar meneer Ivens en dan meneer Gaskas. Dat kost geld, maar ik ben bereid om dat te doen. Meneer Ivens, volgens mij is het terecht. We moeten inderdaad die keuzes maken. We moeten de stad bouwen die we willen zijn. En dat betekent dat je je grondprijzen daarom moet aanpassen. Dat betekent grotere woningen. Moet je gewoon durven te accepteren. De gemeente is geen grondboer, wil niet zo rijk mogelijk worden. Maar die gezinswoningen die er staan, want dat zei mevrouw Simons net terecht in het interview. Je moet niet alleen naar nieuwbouw kijken. Je moet kijken naar wat staat er al. En die woningen die er al staan, daar zijn woningen. Ik was vorige week in een woning, een gezinswoning. Er was een gezin uit weggetrokken om daar 6 kamertjes van te maken die allemaal voor meer dan €500 per kamertje verhuurd werden. Die woning, misschien zijn de hypotheeklasten €1000 per maand, wordt voor €3000 per maand nu verhuurd. Ja, zo krijg je maar er is wel heel een koppeling te leggen met de stelling. Er is een koppeling te leggen met de stelling. Want een van de dingen waar de VVD voor pleit is meer dure huur- en koopwoningen bouwen. Dat hebben we dus gedaan bij de sluisbuurt. Dat leverde zoveel extra geld op dat daarmee de sociale huurwoningen groter kunnen worden. Meneer Gootwassink. Dus op het moment dat je kiest voor meer bouwen van dure huur- en koopwoningen, genereert dat extra geld wat je vervolgens kunt gebruiken om voor de middeninkomens en lage inkomens grotere woningen te bouwen. Meneer Gootwassink. Nee, maar laten we dat niet doen. Maar laten we heel eerlijk zijn. Maar de sluisbuurt werkte net. Het gaat erom dat gezinnen de stad verlaten is ook niet per se erg. Maar wij moeten echt zorgen voor veel... Nou, dat hoort ook een beetje bij de dynamiek van de stad. Nou, maar we moeten echt gewoon veel meer grote woningen bouwen. Veel meer middenhuurwoningen bouwen. Maar tegelijkertijd zullen we echt, als we willen, dat deze stad betaalbaar blijft, zullen we heel veel moeten bijbouwen. Maar ook vooral moeten zorgen dat
de overheid de greep op de markt terugkrijgt. Want deze markt is zo verziekt. Ja. Dus we moeten dat middensegment uitbreiden. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld D66 en de VVD... moeten we echt stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen. Want dan kunnen die gezinnen gewoon in. Meneer Van Dantzig en dan mevrouw Moorman. Nou, ik denk echt dat dat een misrekening is. Hè? Want ik gun heel veel gezinnen die nu in een sociale huurwoning zitten... maar iets meer zijn gaan... Meneer Van Dantzig. Laat meer mensen hun woning kunnen kopen. En dat zou ook zomaar die sociale woning van de corporatie kunnen zijn. En buiten de ring denk ik dat er nog heel veel corporatiebezit is... wat je prima aan gezinnen kan kopen. U wilt liberaliseren? Nee, ik wil ze verkopen aan gezinnen met afspraken over de prijs... zodat we nieuwe duurzame woningen kunnen terugbouwen. Maar dat is op korte termijn. Dat is alleen relevant voor de korte termijn. Want dan gaan ze uiteindelijk weg. Ja, mevrouw Moorman. Ik wil nog even reageren op Erik van den Burg. Want er is de afgelopen dagen wel eens gezegd dat hij te links is. Maar hieruit blijkt dat er toch gewoon echt een hele rechtse VVD'er is, hoor. Ik zie meneer Van den Burg grijnzen. Over flirten gesproken. Ja. Heel rechts. Dit is gewoon precies hetzelfde wat Dijkhoff eerder al zei. Dat er op dure grond geen sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Wat ik echt idioot vind. Want dat is nou het DNA van Amsterdam. Dat we allemaal door elkaar heen wonen. Dat het een hele diverse stad is. De meest diverse stad van de wereld. Dat moeten we koesteren. En dan nog even over dat verkopen. Daar maak ik me enorme zorgen over. Want wat zie je nu? 1 op de 6 huizen wordt opgekocht door een belegger. En vervolgens voor heel veel geld doorverhuurd. Dit is wel echt een misvatting. Hè? Woningcorporaties verkopen niet aan beleggers. Die mogen dat alleen aan particulieren doen. En ik wil zelfs verder gaan. Maar je ziet ik ook wil dat ze alleen nog aan gezinnen met een middeninkomen verkopen. Met een kettingbeding dat ze niet duurder mogen verhuren. En niet zomaar mogen doorverkopen. Maar ook toen wij zeiden... En dan meneer Evans. Toen wij zeiden de overige woningen mogen niet zomaar naar een belegger worden verkocht. Daar moet een vergunning voor worden ingevoerd. Zodat je dat niet voor torenhoge prijzen kan doorverhuren. Toen gaf D66 geen thuis. Tegen. En dan kan er geen gezin meer in wonen. Meneer Evans, ik wil eerst meneer Evans horen. Die hebben we nog niet gehoord. Meneer Evans. Het opvallende is, in onze stad hebben we gewoon een betaalbaarheidsprobleem. Precies. En de oplossing die ik met name vanuit D66 constant hoor is... hoe gaan we meer betaalbare woningen duurder maken? De oplossing voor D66, hoe ze het beleid van dit moment willen veranderen... is meer dure woningen bouwen. Dat is niet de oplossing. En die goedkope woningen versneld duur maken en meer dure woningen bouwen. Ja, dat is als je ervoor wil kiezen om de samenstelling van onze stad te veranderen. Ik kies ervoor om Amsterdammers centraal te blijven stellen. Dat wij in Amsterdam een compleet drooggekookte koopmarkt hebben... is dat we te weinig corporatiewoningen verkopen. We bouwen er ook nog eens te weinig terug. En we hebben gewoon te weinig betaalbare koopmarkt. We hebben te weinig corporatiewoningen, dan kunnen we ze ook niet verkopen, meneer Van Dantzig. Maar dit is toch een opvallend punt, hè? Ik hoor D66, dat is de schuld van uw beleid. Eerder zei u, het woonbeleid is desastreus. Man, die was 4 jaar lang de grootste partij van de stad. Wat heb je dan gedaan? Zeker. Wij hebben ook altijd gezegd. En dat gaat dus straks ook zoals Marjolein Meijer, of Marjolein Moorman gisteren al zei... in rechtsgeouwehoer kun je niet wonen. En houd het toch gewoon mee op. Meneer Van Dantzig, 1 korte reactie en dan krijgt u het laatste woord. Het is heel duidelijk dat wij dat beleid niet goed vinden. Wij denken echt dat als je een goed functionerende woningmarkt nodig hebt... dat je meer koopwoningen nodig hebt, meer middenhuur en veel meer ruimte voor gezinnen. En de huizen uit de stad. Meneer Van den Burg, laatste woord. We gaan zo meteen, na morgen moeten we weer flirten met z'n allen, hebben we gehoord. Op dit woonbeleid, hoe ziet u dat voor zich? Want die gezinnen trekken nog steeds de stad uit, terwijl wij hierover staan te praten. Nou, dat wordt een hele spannende woonbeleid, ook in de onderhandelingen. Want het is inderdaad waar, D66 heeft het beleid... van Laurens Evans desastreus genoemd. Ja. Het is wel het uitgangspunt van PvdA, SP en GroenLinks... En nu uw plan? Om mee door te gaan. Ik kan het beleid van Laurens onmogelijk desastreus noemen... om 2 redenen. 1, ik ben lid van het college. Maar 2, als ik beleid werkelijk desastreus vind... was ik uit de coalitie gestapt. Dus dat vind ik het niet. Ik denk wel dat... Ja, laatste punt. Ik denk wel dat het anders moet. U weet dat ook de VVD andere cijfers in haar verkiezingsprogramma heeft staan. Maar wat ik veel belangrijker vind... Nou, dat kan als flirten worden uitgelegd. Ik zeg het is bruggen slaan. Het schiet niet op als we dezezelfde teksten blijven uit. En dan komen we er niet. Je zult moeten zien dat D66 en de VVD aan deze drie partijen zullen moeten toegeven. Zoals je ook mag verwachten dat deze drie partijen ons toegeven. Anders komt er gewoon geen goed woonbeleid. En het punt is, los van alle retoriek die je hier hoort... zijn we het er allemaal wel over eens dat we die woningmarkt vlot moeten trekken in Amsterdam. Goed, we zijn los, heren. Eerste ronde, hartelijk dank. En dame. En dame, ja. Maar ik ben niet het mooiste meisje. Nee. Maar je mag wel blijven staan en er moeten 2 heren vertrekken. Erik van den Burg, u mag vervangen worden door Annabel Nanninga. En meneer Groot-Wassink, u wordt vervangen door Jonas van Lammeren voor de tweede ronde. Geef ze een warm applaus. Ja.
Maar voordat we aan de tweede ronde beginnen, gaan we weer even twee partijen kort introduceren via een kort interview. En dan mag hij toch even weer naar voren komen en richting Michiel Cozzi lopen. Laurens Evens van de SP. Yes. Hey. Hey. Stoom eraf. Nou, het is warm gedraaid. Het is wel lekker zo'n campagne weer. Het is mijn derde keer dat ik lijsttrekker mag zijn. En je merkt in de campagne, het is leuk omdat je... Ja, ik probeer de hele tijd door met zoveel mogelijk Amsterdammers in gesprek te komen. Maar je kan opeens ook weer de perspectieven voorhouden. Ja. Hoeveel mooier en hoeveel beter onze stad kan. Ja. Even naar de peilingen. Ja. Als we die mogen geloven, en laten we dat maar even doen. Dan verliest uw coalitie van VVD, D66, SP haar meerderheid. Is Amsterdam wel een beetje klaar met het college? Nou ja, kijk, D66 had de vorige keer een hele hoge uitslag en dat wordt nu wel lager. Dus ik heb daar niet zo heel veel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. dan verliest het college de meerderheid. Laat ik daar niet rouwig om zijn. Ik heb al eerder gezegd, dit college is voor mij op. Dus ik zal niet in dezezelfde samenstelling college stappen. En waarom is het geen meerderheid heeft. Nou, we hebben gezien dat toen we 4 jaar geleden als college aantrad, toen was er sprake van een bezuinigingscollege waarbij op het moment dat de SP gevraagd werd, we goede voorwaarden konden stellen. We hebben heel veel extra geld voor armoedebestrijding gekregen. Ja. Sociale woningbouw, we gaan weer naar meer sociale huurwoningen in plaats van naar minder. We hebben gezorgd dat mensen niet meer naar werkloos zijn, niet meer naar een baan toegeslagen worden, maar naar een baan verleid worden. En extra investeringen in zorg. En wat dat waren essentiële dingen en daar ben ik trots op. En wat is het grootste offer dat u heeft moeten brengen? Nou, het grootste offer is dat je uiteindelijk met name op de erfpacht. Dat is wel vervelend dat je naar een ander systeem van erfpacht toe gaat, waarbij je ook merkt dat de meerderheid in de gemeenteraad, die er wel altijd harder voor in stand te houden van het erfpachtsysteem zoals het was, die was verdwenen. En dat maakt het een stukje lastiger. Ja. Als u nu, landelijk lijsttrekker Lilian Marijnissen zei afgelopen weekend in de krant van 4 jaar geleden, toen wilden we echt in zoveel mogelijk colleges laten zien dat we een bestuurderspartij zijn. Nu hoeft dat niet meer zo nodig. Geldt dat ook voor u? Of zegt u van nou, kost wat kost, gaan we weer? Nee, kijk, wij wilden heel graag als SP ook laten zien dat wij heel goed vanaf de zijlijn konden roepen. Maar dat we ook konden laten zien hoe je moest besturen en hoe je een stad echt beter kan maken. En ik moet eerlijk zeggen, het is mij best goed bevallen om niet meer alleen de perspectieven te geven aan mensen hoeveel mooier het kan. Maar ook te realiseren dat de stad een stukje beter wordt. Mm-hmm. Dus dat is mij heel goed bevallen. En op dit moment, ik ga straks kijken als de kiezer gesproken heeft of wij wederom relevant kunnen zijn om daadwerkelijk wat binnen te halen wat wij goed vinden voor de stad. Ja. En u zegt, nou, deze combinatie doen we niet meer, hè? Die is op. En u heeft ook al aangegeven dat u liever over links wilt. Nou, iedereen die kan tellen ziet laat me heel even uitpraten. Maar als u dan een partij moet hebben om aan te vullen, er wordt al heel erg geflirt daar achter u. Wie zou je dan liever willen? D66 of VVD? Nee, u heeft met beide samengewerkt, ik wil wel een antwoord. Ja, nee, nou ja, het antwoord is, ik kijk altijd naar rechts. Wij zijn de meest linkse partij van deze stad. Ik heb mevrouw Simon. We zullen altijd naar rechts. We zullen 50% sociale altijd huur naar rechts moeten kijken. Dus wat dat betreft heb ik het relatief eenvoudig. Ik hoef maar één kant op te kijken straks. En op dat moment dan gaan we kijken hoe we het meeste van onze idealen kunnen verwezenlijken. Ja. En de partijen die daar een bijdrage aan willen leveren. Ja. En dan kom ik logischerwijs eerst bij GroenLinks en PVD. Ja uit. En daarna kijk je wel hoe je... En dan D66 en VVD? Dat kan een volgorde zijn, maar even het vraagt ook om wie uiteindelijk het meeste van onze idealen uiteindelijk wil nastreven. U heeft als wethouder wonen zich de afgelopen 4 jaar erg druk gemaakt met, of erg veel bezig gehouden met Airbnb. Ja. En ook natuurlijk met de stijgende huisprijzen. Airbnb zag eigenlijk 4 jaar geleden niemand nog aankomen. Ja. Wat is nou, denkt u, even los van deze thema's, het nieuwe thema in de stad? Wat gaat er de komende 4 jaar spelen? Nou, je ziet het thema op de woningmarkt natuurlijk al aankomen. Dat het thema van de beleggers heb jij onder andere heel goed aangekaart en duidelijk gemaakt. En ook extra aangejaagd, want dat is iets wat sluimert. Dat je ziet dat inderdaad de koopwoningen, de woningen waar gezinnen willen zitten, dat die in een razend tempo door foute beleggers, noem ik ze maar, gewoon mensen die zoveel mogelijk geld snel eruit willen halen, opgekocht worden om zoveel mogelijk winst te maken. Woningen zijn niet bedoeld om een winstobject te zijn, maar om
te wonen. Is dat tegen te gaan? Dat is tegen te gaan, natuurlijk. En even, van 4 jaar geleden, 3 jaar geleden dacht niemand, je kan Airbnb aanpakken. Dat bleek ook te kunnen. We dachten middensegment... Alles, aan het eind, hè? We dachten ook alle... Je hebt een gereguleerde voorraad woningen en ja. Je hebt de vrije sector. We hebben ondertussen een gereguleerde middensector geïntroduceerd. Maar even naar die je beleggers. Is alles aanpakken? Maar ja, dat kan je dus ook aanpakken. Eén concrete maatregel. Zelfbewoningsplicht, antispeculatie. Dus dat betekent dat mensen die een huis kopen er ook zelf moeten gaan wonen. Goed, dank u wel. Mevrouw Moorman van de Partij van de Arbeid. Hoi, welkom. Dames en heren, ik zou dit ook vragen als Erik van den Burg elke dag een oranje das om zou hebben, maar dat heeft hij niet. Toch aan u de vraag, hoeveel rode jurkjes heeft u eigenlijk? Ja, het is goed dat je het zo inleidt. Want ja, voordat je het weet, hoeveel blauwe pak heb jij? Ja, precies. Ja. Nee, absoluut. Ja. Best veel. Ja, ja ik denk wel zo tegen de 10. Ja. Nou, we herkennen u er allemaal behoorlijk in na de afgelopen 120 debatten. Toch bent u, gelukkig zitten in de coalitie nu wat meer vrouwelijke lijsttrekkers, maar toch bent u als vrouw en lijsttrekker in de politiek nog best een zeldzaamheid. Ja, helaas. Hoe komt dat nou? Ja, ik vind dat heel erg jammer. Ik ben de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de PvdA in 72 jaar tijd. Het is wel echt... Ja, dat is leuk, maar eigenlijk is het idioot dat een applaus krijgt. Hè? Want dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Maar hoe komt dat nou? Wat staat vrouwen aan de weg om lijsttrekker te worden? Nou, ik denk als ik daar vrouwen over spreek, dat heel vaak het beeld van de politiek is dat het alleen maar haantjesgedrag is, dat het alleen maar vliegen afvangen is. Terwijl eigenlijk hoort het in de politiek natuurlijk te gaan over idealen. En over met elkaar samenwerken. En over hoe kijk je naar de stad, hoe kijk je naar een samenleving. Dat zijn eigenlijk hele vrouwelijke waarden die daarbij horen. Dus ik vind dat eigenlijk het heel logisch zou zijn als er veel meer vrouwen in de politiek zouden zitten. Want het gaat over communicatie. Maar zijn het dan dus stigma's op die rol van politicus waarvan vrouwen zeggen dat past misschien niet bij me? Ja, helaas is dat denk ik waar. Maar dan moeten we dat dus doorbreken door te zorgen dat er meer vrouwen in de politiek komen. Dus ik ben ook heel blij dat zowel Sylvana als Annabel ook hebben gezegd, wij doen ook mee. En waarschijnlijk als collega naast u staan na overmorgen. We gaan het zien. Ja. Andere vraag. Want uw partij staat er niet zo goed voor. Derde gemeenteraadsverkiezing op rij die jullie waarschijnlijk gaan verliezen. Wat denkt u dat de Amsterdammers u duidelijk proberen te maken? Nou ja, je ziet dat eigenlijk alles afvlakt. Hè? Dus het ziet er nu naar uit dat de grootste partij... Ik denk dat GroenLinks, dat ziet GroenLinks niet zo. Ja, maar de grootste partij, zelfs GroenLinks, die staat als grootste in de peilingen. Wat ik ze van harte gun, hoor. Maar dat is ook 9. Hè? Dus je ziet dat wel alles een beetje afvlakt. En ja, het is waar dat de PvdA er op dit moment... We hebben er wel eens beter voor gestaan. Ja. Ik vind dat jammer, want Amsterdam is een sociaal-democratische stad... Altijd al geweest, hè? De stad van Wieboud, van Schäfer. Maar toch van gaat het ergens mis dan richting die kiezer op de een of andere manier. Ja, maar ik denk wel dat wij een hele mooie boodschap hebben voor Amsterdam. Kijk, Amsterdam is eigenlijk de sociaaldemocratie die tot leven is gekomen. En ik hoop heel erg dat dat ook gewoon zo blijft, omdat dat heel belangrijk is. Maar je ziet wel dat er steeds meer partijen zijn die zich op een klein deelbelang richten. En de PvdA is klassiek altijd de partij geweest die... Breder. Ja, brede volkspartij, maar het algemene belang heel erg voorop heeft gezet. En dat is juist in Amsterdam zo belangrijk. Ja. Hè? Dat je echt de boel bij elkaar houdt. Dat je zorgt dat die 181 nationaliteiten die we hebben, die enorme diversiteit, dat mensen elkaar daar weten te vinden. En de sociaaldemocratie heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ja. En ik hoop dat we dat ook kunnen blijven doen. U heeft in diverse debatten en interviews ook wel gezegd dat het na 4 jaar oppositie ook leuk zou zijn om weer eens te gaan meebesturen in Absoluut, Amsterdam. Ja. Wie zijn de wethouderskandidaten? Dat ga ik niet zeggen. Waarom niet? Ik wil wel zeggen dat ik het zelf ook zou willen doen. Hè? Precies, dus dat is over 1. Mezelf kan ik het zeggen, maar over anderen vind maar ik... Maar we zitten nu vlak bij die verkiezingen. Ja. Neem de mensen in de zaal nou ook eens mee. We zijn hier niet in de Stopra. Ik heb een aantal... We zijn nou interessante mensen om mee te praten. Weet je wat het bij de PvdA is? Wij hebben nooit zoveel moeite om hele goede bestuurders te leveren. Dus dan kunt u er vast wel een paar noemen. Dus, nee, maar... Dat kan ik doen. Ja? Dat kan ik zeker doen. Maar gaat u niet doen? Nee, want ik vind dat niet netjes naar de mensen zelf. Hè. Op het moment dat wij inderdaad in de positie komen dat we mee mogen besturen. En ik hoop dat echt, want je ziet wel de afgelopen 4 jaar. Hè, en dat vind ik dan ook wel weer mooi in de lokale politiek. Het doet ertoe. Hè. We hebben het meest rechtse coalitie hebben we ooit in Amsterdamse geschiedenis gehad. We zagen Mark Rutte vorige week Vandaar hier. Ook uw ambitie. Ja, we zagen maar we Mark, krijgen dus niet Mark te horen Rutte. Wie dan naast u in dat Amsterdamse vakkamer gaan zitten. Ja, maar ik wil het graag uitleggen. We zagen hier Mark Rutte vorige week en die zei...
Er zou wel eens een linkse meerderheid kunnen komen in Amsterdam. Die hebben we altijd al gehad. En dat maakt Amsterdam ook zo'n fijne stad. Maar we hebben wel een hele rechtse coalitie gehad in de afgelopen 4 jaar. Ja. Nou, dat heeft een enorme impact op Amsterdam. Ja. Kijk maar, alles was duurder, drukker en viezer. Ik wil heel graag weer meedoen. Maar met wie gaat u niet zeggen hier? Nou, duidelijk. Ja. Dat is uw antwoord. U zit al heel lang in de raad. We hebben nog korte tijd. Ik wil graag van u weten, hoe gaat dat raadswerk nu veranderen? Als we hier zo meteen met 13, misschien wel 14 fracties in die raadzaal zitten. Ja, dat zal een heel nieuw overlegmodel vergen. Hè? Want we zitten nu met z'n achten. En als je daar straks inderdaad met z'n 13 zou zitten, dan wordt het er niet makkelijker op. Maar ik hoop, kijk, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat er, je ziet dat ook in alle debatten die we hebben gevoerd, het is het laatste debat, dat de coalitie elkaar continu de tent uitveegt. De oude coalitie. Ja. Ja, en dat is echt heel slecht voor Amsterdam. Okay. Dus ik hoop dat we echt een constructieve coalitie gaan kijken waar we kunnen samenwerken in het belang van Amsterdam. Ik hoor hem ook. Dank u wel. We gaan nog een ronde debatteren. Dank u wel, mevrouw Moorman. We gaan debatteren over de economie, maar eerst even kijken naar een filmpje dat gemaakt is hiervoor. Stelling 2. De gemeente gaat zich inspannen om meer internationale bedrijven naar Amsterdam te halen. Het Europese Geneesmiddelenagentschap komt naar de Amsterdamse Zuidas. Een mooie Brexit-trofee en goed voor de Nederlandse internationale status. Maar waar moeten al deze expats wonen als de Amsterdammers al geen huis kunnen vinden? Brengen deze internationale bedrijven inderdaad de beloofde werkgelegenheid? Moeten we als Amsterdam kiezen voor economische groei en ons inspannen meer internationale bedrijven binnen te halen? Ja, volgens mij is het helder. Het is een onderwerp waar een aantal dingen denk ik samenkomen. Hoe kijk je naar de stad? Is het een stad die voor iedereen is of moeten we vooral even een pas op de plaats maken voor Amsterdammers? Het gaat over economische groei, het gaat over drukte. Ik zie allereerst meneer Van Lammeren om met u te beginnen. U twijfelt. Of u vindt de stelling niet duidelijk? U heeft een half bordje. Oh, ja, nee, ik vind de stelling hartstikke duidelijk. Maar het is wel een vrij binair antwoord. En dan slaat hij door naar nee. En dat heeft ermee te maken dat niet alle groei goed is. En dat hebben we afgelopen jaren wel gezien. Dus ja, bedrijven moeten zich hier kunnen vestigen. Want we zijn gewoon een levendige stad. Ook internationale bedrijven. Zeker. Alleen, ik zou bedrijven graag willen hebben. Ik zou de kolen en de olie weg willen hebben. En ik zou dat duurzame, toekomstig bestendige bedrijven voor hebben. Want het is zoveel leuker in een bedrijf te werken met toekomst dan in de haven waar heel veel andere. Dus niet meer Vodafone naar Amsterdam halen, nou, maar wel een circulair economiebedrijf? Als ik daarin mag kiezen, zeker een circulair economiebedrijf. Weet je waarom? Omdat bijvoorbeeld Nederland kan heel veel met bijvoorbeeld water, zijn we internationaal om geroemd. En de uitdagingen met water, watermanagement, maar ook duurzaamheid, plastic uit het water halen, de plastic soep aanpakken, duurzame energie, daar komt zo'n enorme vraag naar. En ik gun Amsterdam die emancipatiemachine en ik gun de Amsterdammers dat zij mogen werken bij dit soort fantastische bedrijven. Helder. Deze planeet een stuk beter maken. Ja. Mevrouw Nanninga, u bent voor deze stelling. U vindt het een goed idee dat Amsterdam zich gaat inspannen om meer internationale bedrijven naar de stad te halen. Ja, Amsterdam moet echt rijken naar de top. Ook internationaal. Ik zeg er wel bij, er zijn twee dingen die Forum voor Democratie heel belangrijk vindt. Een van die punten moet in Den Haag geregeld worden. Internationale bedrijven moeten hier wel eerlijk belasting betalen. Ja. Daar ontbreekt het hier nog wel eens aan en dat moet echt wel kunnen gebeuren. Maar natuurlijk moeten we inzetten op internationalisering. En natuurlijk moeten we hier grote innovaties, grote bedrijven kunnen binnenhalen. Het is alleen maar goed voor de economie. Wat Van Lammeren al zei, er is nog zware industrie binnen de ring. We hebben onze nummer 2, Anton van Schijndel, die heeft een uiterst doortimmerd plan op onze website staan om die zware industrie eerder dan de gemeenteraad tot nu toe van plan is geweest, daar weg te kunnen krijgen, daar havenstad te kunnen realiseren, daar nieuwe innovatieve bedrijven te kunnen realiseren. U zegt eigenlijk hetzelfde. Er moeten bijna meer innovatieve bedrijven komen. Ik voeg even daaraan toe dat er is natuurlijk een probleem met sommige internationale bedrijven die hier bijna geen belasting betalen. Airbnb heeft mevrouw Moorman van de week een leuke bakje nog genoemd. Dat soort dingen. Dat is een landelijk issue, dat geef ik toe. Maar we moeten echt rijken naar die top. En die expats die hier komen, die brengen ook gewoon geld in het laadje. Die doen hier boodschappen, die brengen hun kinderen hier naar school. Is een toevoeging voor de maatschappij. Helder. Dus internationale bedrijven. Meneer Ivens, u wordt nog wel eens verweten in deze campagne, of in ieder geval voor de voeten geworpen, dat u een soort slotgracht om Amsterdam wil zetten. Hè? U wilt op de woningmarkt Amsterdam voor Amsterdammers. U bent ook tegen deze stelling.
Kunt u dat kort uitleggen waarom u het belangrijk vindt om hier een pas op de plaats te maken? Amsterdam is een fantastische stad. Wij hoeven ons als gemeente helemaal niet. We geven nu miljoenen uit om reclame te maken in het buitenland voor bedrijven om hierheen te komen. Terwijl die bedrijven dat zelf ook kunnen zien hoe fantastisch Amsterdam is. We hebben nu vlakbij de bibliotheek wordt nu een heel groot kantoor voor Booking gebouwd. Hadden we ook fantastisch mooie woningen kunnen bouwen om daar echt een gemengd stukje stad van te maken. Ik ben ook heel erg verrast door wat mevrouw Nanninga zegt. Want in haar partij deelt in Noord nog een flyer uit dat ze meer betaalbare woningen voor de Noorderlingen willen hebben. Dat sluit elkaar niet uit. Als je maar gaat bouwen, hè? Maar dan moet er wel wat gebeuren. Als je maar gaat bouwen, maar dan is het wel de keuze. Meneer Ivers, maak uw punt af. Dan is het wel de keuze wat je wil bouwen. We hebben 700.000 vierkante meter lege kantoren. Wilt u nou dat we daar allemaal internationale bedrijven proberen te verleiden om in die kantoor te gaan zitten? Of zullen we die 700.000 vierkante meter lege kantoren ombouwen naar 5.000 woningen, waardoor Amsterdammers betaalbaar kunnen wonen? Nou, ik denk dat het en kort, mevrouw Nanninga, dan mevrouw Moorman. Ik denk dat je prima... Nou, niet twee dingen in één kantoor. Kan niet twee dingen heel kort, in één kantoor. Mevrouw Nanninga, heel kort. Kiezen, mevrouw Nanninga. Nee, ik hoef helemaal niet te kiezen. Ik ga me ook door je niet in een soort frame laten dwingen. Dus wat meneer Ivens. Er zijn genoeg ondernemers die aangeven dat ze hier stikken in de regeltjes, die hier niet tijd kunnen gaan bouwen, omdat de gemeenteraad dat steeds frustreert. Okay. Maar en je kan hier prima... Nee, je hoeft niet te kiezen. Mevrouw Nanninga gaat niet kiezen. Laten we teruggaan naar de stelling. Bedrijven aantrekken en eerder gaan bouwen maar voor democratie. Ik wil terug naar de stelling. En ik wil huizen bouwen en dan blijft er geen groen meer over. Mevrouw Moorman, u nummer het woord is aan u. Zegt, we bouwen de hele stad vol met 200.000 huizen. Mevrouw Moorman, wij geven inderdaad de prioriteit aan huizen. We wonen in een stad, meneer Van Lange. Mevrouw Nanninga. Het prima dat hier ook ringslangen moeten wonen, maar misschien moeten die ergens anders gaan ringslangen. Oké, laten we de ringslangen voor de borrel houden. Mevrouw Moorman, u staat op halverwege. En dan naar meneer Van Lanten. En misschien slaat hij wel een beetje door naar zo, maar het ligt een beetje aan wat je bedoelt met meer. En hoe je dat dan wilt doen. Kijk, wat ik niet wil, is dat we net zoals in de vorige periode posters gaan ophangen in Londen om Brexiteers hier Amsterdam te halen, waar dan op staat, nee, het is geen wekelijkse huur, het is maandelijkse huur. Wat ik echt een totaal idiote campagne vond. Hartstikke duur hebben wij Amsterdammers betaald. En dat is dus niet wat wij in de willen doen. Maar wat ik wel wil, is dat wij bedrijven die echt wat toevoegen aan de economie van Amsterdam, en dan bedoel ik met name banen, banen voor Amsterdammers, hè, dus niet alleen maar voor mensen van buiten, maar juist banen voor Amsterdammers, die ook inderdaad goed en duurzaam zijn en belasting betalen. Oké, dus elk bedrijf dat komt, stelt u de vraag hoeveel banen brengt u. En daar wil ik nog één ding aan toevoegen. Eberhard van der Laan zei dat altijd heel mooi. We zijn ook een verantwoordelijke hoofdstad. Hè, dus op het moment dat we bijvoorbeeld de concurrentie hebben met Rotterdam, dan moet je af en toe ook zeggen, laat een bedrijf ook maar naar Rotterdam gaan, want dat is ook heel belangrijk. Ja. Ook die verantwoordelijkheid moeten wij met elkaar nemen. Meneer Van Danzig, u bent voor deze stelling. Ja, zeker. Het gaat hartstikke goed met Amsterdam. En ik vind dat vooral iets om trots op te zijn. Maar een van de redenen dat het zo goed gaat met Amsterdam is ook omdat onze economie heel solide en goed draait. En dat betekent dat bedrijven heel graag naar Amsterdam komen. En ik vind dat je die bedrijven één vraag moet stellen. Komt u banen brengen? Dan ontvangen we u met een kop thee. En ik vind niet, en daar heb ik me deze campagne wel aan gestoord, dat je bedrijven meteen met een spandoek moet ontvangen. Dat je meteen moet zeggen, de EMA brengt alleen maar extra mensen naar Amsterdam. Dat is verkeerd. De EMA is een prachtig instituut. Een instituut dat ons welvaart zal brengen en innovatie. En hoeveel heeft de gemeente daarover te zeggen, over die bedrijven die komen? Nou kijk, wat wij volgens mij heel belangrijk is, wat de gemeente moet doen. Die moet de vraag stellen, wat komt u voor Amsterdam doen? Hè? Want banen wilt u? Nou, banen zijn een heel goed voorbeeld. We hebben vorig jaar 7200 banen van buitenlandse bedrijven hierheen gehaald. Dat is ongelooflijk. Maar ik hoor meneer Van Lammeren ineens. Tegelijk. Ten eerste, u zegt het zijn duurzame banen. Dat is helemaal niet waar, want u heeft gewoon ingestemd met de zeesluis. Dat is alleen maar voor olie en kolen. U investeert in een stoomtrein terwijl iedereen elektrisch wil rijden. Ook en D66 gaat nu zeggen van, ja, we willen geen brievenbusfirma's, maar we geven wel 1,4 miljard korting via Tweede Kamer aan NV. Wat er ook in de... Dus, dan gaan we het hele even... Ja, niet door elkaar, heren, niet door elkaar. Zeg dan wel gewoon waar u voor staat. Dat zal ik je vertellen. Deze regering gaat voor het eerst heel serieus brievenbusfirma's aanpakken. Zeker. Daar is gewoon beleid door voor. Door ze korting te geven, zodat ze zich melden. Wat en dan kunt u ze bijvoorbeeld beter... een van de dingen is, wat ik dus heel erg voor ben, is dat er voor elk bedrijf gewoon een kwotum is dat je personeel moet hebben. En dat is wat we in Amsterdam ook moeten hebben. Ja. Mevrouw Moorman, dan mevrouw Nanninga. Nou ja, ik heb nog wel een vraag aan D66 daarin. Want kijk, ik ben helemaal niet tegen internationale bedrijven hier ook de ruimte bieden. Nee, uw punt is helder. Inderdaad, goede werkgelegenheid. Maar waar ik wel moeite mee heb, is dat het ten koste van heel veel andere dingen. Wat we bijvoorbeeld zien, is dat het vorige college, of ik zeg al vorige, ze zitten er nog tot morgen, ontzettend heeft geïnvesteerd
in scholen voor expatkinderen, ja. Waar ze dat dan niet deden voor kinderen. Wat is uw vraag? Nou ja, wat we bijvoorbeeld in Amsterdam hebben aangenomen, en de PvdA was er heel erg tegen, overigens ook de andere linkse partijen, is dat we voor expatkinderen 12 vierkante meter per kind, terwijl dat u had een vraag. Nee, maar terwijl het graag afmaken, terwijl dat gewoon voor Amsterdamse basisschoolleerlingen is dat maar 5 vierkante meter. Dat scheelt dus enorm veel geld. En dat zijn ook nog scholen waar de bijdrage van ouders 21.000 euro is. Dus dat is geld uitgeven, onderwijsgeld aan de rijke expatkinderen in plaats van Amsterdam. Op heel kort, niet waar. Heel kort, en dan wil ik echt naar mevrouw Nijmegen gaan. Wij hebben inderdaad met dit college, en dat is iets waar ik trots op ben, geïnvesteerd in publiek internationaal onderwijs. Dat is voor kinderen. Publiek 21.000 euro. Ik wil even meneer Van Dansen horen. 7.000 euro, moet wel de cijfers op orde hebben. Dat is veel. Zeker, maar daar krijgen die kinderen daar een school voor waar ze in tweetalig onderwijs krijgen. En ik vind dat eerlijk, want je kan kinderen... U staat er volledig achter. U staat daar volledig achter. Zeker, want je kan kinderen van internationals die ook naar Amsterdam komen niet zomaar op een school zetten met allemaal Nederlands sprekende kinderen, want dan kunnen ze het goede onderwijs. Oké, uw punt is helder. Ik wil naar mevrouw Nanning gaan. Kijk, we zijn het allebei eens over. Laten we het bij het onderwerp houden. Dat internationale bedrijven hier welkom zijn. Ik ben het niet met u eens dat die dan bepaalde voordelen zouden moeten genieten boven de Amsterdammers. U zegt die moeten bepaald onderwijs hebben. Ik vind als je hier wil komen mevrouw Nanninga, maak uw punt af. En werken, dan heb je ook als je kinderen meeneemt de verplichting om die gewoon de taal te leren. En daar moet je niet speciale... Nee, maar dat is niet eerlijk. Je kan niet expats gaan bevoordelen boven de Amsterdammers. Dat vind ik niet fair. Iedereen moet een gelijk speelveld hebben. Bedrijven die hier levensvatbaar zijn en werknemers die hier uit eigen vrije wil willen komen, daar zijn wij helemaal voor, maar vanuit eigen kracht. En je moet wel... Meneer Ivens, heel kort. Ik sta ervoor dat elk kind het beste onderwijs heeft, ben dat ik elk kind eens. Passend onderwijs heeft. Compleet en als een kind van een international in het Engels onderwijs moet krijgen, dat het moet kunnen. Meneer Ivens, ik heb meneer Ivens nog niet gehoord, bijna niet. Deze ronde. Ik hoor steeds meer steun voor dat we toch maar tegen deze stelling moeten zijn, want ik hoor meerdere mensen zeggen dat de gemeente zich daar niet voor heeft in te spannen, maar dat je wat meer trots moet zijn op je stad en moet laten zien dat we hebben goede mensen. We hebben heel veel laag opgeleid personeel hier nog in de stad die nog echt een baan zoeken. Dus wat dat betreft bedrijven die nog werknemers zoeken. We hebben nog werknemers in deze stad die aan het werk willen. We hebben nog lege kantoren. Dus we staan er prima voor als stad. Die bedrijven weten Amsterdam wel te kiezen. Als wij moeten kiezen wat we doen, dan zou ik zeggen laten we investeren in die kleinere ondernemers. Want die hebben uiteindelijk deze stad zo mooi gemaakt als die is. In plaats van dat we investeren in de internationale bedrijven. Oké. We zijn er doorheen. Dank jullie wel voor deze tweede ronde. We hebben nog 3 rondes te gaan. We gaan weer een kleine carousel doen. Meneer Ivens, u wordt vervangen door Diederik Boomsma. Meneer Van Lammeren, u wordt vervangen door Rutger Groot-Wassink. En meneer Van Dansig, u wordt vervangen door meneer Van der Burg. En mevrouw Moorman voor meneer Taimunti. Meneer Taimunti, u mag ook hier. Ja, dit is een groot changement dit. Ja. Maar ondertussen mag u een warm applaus geven aan, want zij mag richting Michiel Cousy, Annabel Nanninga. Hi. Hi. U debatteert in de politiek. Het is uw eerste politieke campagne. Nou ja, u bent sowieso al bezig, toch? Ja. Het is uw eerste campagne. Hoe bevalt het? Ja, fantastisch. Ja? Het is echt ontzettend goed om te merken dat als je in Amsterdam de straat op gaat, dat mensen echt... Ja, ze voelen een verandering. Ze voelen een noodzaak om iets anders te doen, om iets open te breken, om iets te hebben wat er nog niet is. En dat bent u? Ja, nou ja, Forum voor Democratie, niet ik als persoon, maar onze partij belichaamt dat voor heel veel mensen. Nou, en alleen dat is wel heerlijk om dat te faciliteren. Dat begrijp ik. Nou, tijdens de campagne u nummer 2, meneer Ramatarsing, heeft zich teruggetrokken. Is dat een smet op de campagne? Nou, nee. Ik denk dat ik vind het heel jammer. Het is voor ons allemaal heel pijnlijk geweest dat het nodig was. Maar het laat wel zien dat... Kijk, we zijn een jonge, nieuwe partij. En hij heeft daar op een bepaalde manier zich uitgelaten op manieren waarvan je zegt, nou, daar staan wij als partij echt niet achter. En hij vond dat zelf ook echt niet oké. Heeft hij niet te lang de hand boven het hoofd gehouden? Nee, het laat zien dat wij daar wel toe in staat zijn om een soort zelfreinigend vermogen te hebben door te denken op een gegeven moment van, we moeten nu afscheid van elkaar gaan nemen. Ik vind het ontzettend jammer. Ik ken hem als een harde werker, als een goede jongen, maar het is echt niet weer Forum voor Democratie voor staat, bepaalde dingen die hij heeft gezegd. En daar heeft hij zelf ook een conclusie aan verbonden.
die voor iedereen het beste is. Maar duidelijk. Dat is jammer. Uw partijleider, de heer Baudet, heeft afgelopen weekend op televisie gezegd dat hij verwacht dat uw partij in Amsterdam groter wordt dan de VVD. En net zo groot als D66. Nou, Baudet is natuurlijk man van grote woorden. Vindt u het ook? Gelooft u er ook in? Nou ja, daar geloof ik in. Iedere Amsterdammer die van Amsterdam houdt, die ook ziet dat er verandering nodig is, dat er iets doorbroken moet worden in die stopera, aan dat kluitjesvoetbal, aan die vriendjespolitiek, aan mensen die elkaar de hand boven het hoofd houden, die elkaar niet afrekenen op fouten. Daar is behoefte aan. Ja. Daar kunnen we heel veel in bereiken. En nou, ja, daar ben ik van overtuigd. Nou hebben een aantal partijen u al uitgesloten voor coalitiedeelname. Ja. GroenLinks, D66. Ja, dan wat u ook haalt, u lijkt toch veroordeeld tot de oppositie. Ja, dat is zo'n oud politieke moraal, maar ook maar goed, oppositie. Wel de werkelijkheid straks. Nou, dat kan zijn, maar kijk naar onze Tweede Kamerfractie. Dat zijn 2 van de 150 zetels. En zie hoe zij daar al de boel openbreken en opschudden. Dus zelfs al zou het oppositie worden... Gaat u ook met militaire vestjes in de raad? Nou, ik geloof niet dat het leger een Amsterdams issue is. En het is ook niet een politiek trucje wat je wilt toepassen. Ja. Maar nee, ik geloof dat wij zeker ook in de oppositie onze nut kunnen bewijzen. En dat bij voorbaat al uitsluiten. Ja, dat is natuurlijk echt die ouderwetse kartelpolitiek. Dat is voor rekening van die partij. Wij sluiten niemand uit. Ik wil even overgaan naar uw standpunt. Want u heeft op een aantal standpunten bent u afwijkend van de rest. En volgens mij is er één standpunt waar u echt alleen staat. En dan gaat het om de asielzoekers. In uw programma staat geen nieuwe asielzoekers in de stad. Nou, statushouders. Want statushouders zijn mensen die dus... Ja. Waarvan bepaald is dat die in Nederland mogen wonen, werken en blijven. Ja, en asielzoekers überhaupt. Ja. Kijk, Amsterdam is een kwetsbaar gebied. Er is een tekort aan woningen. Amsterdam is na Rotterdam tweede stad in Nederland in aantal bijstandsuitkeringen. Ja. We zien dat statushouders ook na 16 jaar nog voor 60% in de bijstand zitten. We moeten die druk niet op Amsterdam leggen. En we denken ook dat er geen economische en sociale binding is met Amsterdam. Om die mensen hier per se te plaatsen. Waar moeten ze dan naartoe? Wij denken dat het beter is om die kleinschaliger elders onder te brengen. En ik heb dus naar kleinere gemeenten. Je ziet ook dat ze daar beter absorberen, beter opgenomen worden in de gemeenschap. Dit is een grote stad, is altijd wat anoniemer. Terwijl de overheid... Wij kunnen dit als stad niet aan om nog meer... Terwijl de overheid juist is al zo groot. Uitgaat van hoe groter de gemeente, hoe groter het absorptievermogen. Ja, en dat is dus niet helemaal logisch. Want Amsterdam heeft al veel eigen problemen. Ik bedoel, we hebben ook al meer problemen met mensen in de GGZ, met dak- en thuislozen. We moeten echt eerst voor onze eigen mensen gaan zorgen. Ja. En ik ben me niet ongevoelig voor de problemen van statushouders en asielzoekers. Want dat zijn mensen die hier blijven wonen, die hier gewoon in Nederland blijven. Ja, maar ik vind het niet rechtvaardig dat zoveel woningen naar statushouders gaan. Ja. Sociale huurwoningen waar zulke lange wachtlijsten voor staan. Ik vind het niet uit te leggen aan de Amsterdammers. En wij spreken zoveel mensen op straat. Wij zijn zoveel de wijk in geweest. In Amsterdam Noord en West en waar dan ook. Die zeggen, weet je, mijn kind heeft recht op een sociale huurwoning. Die moet de stad uit. Maar uiteindelijk bepaalt de overheid hoeveel, de landelijke overheid, hoeveel statushouders. De landelijke overheid heeft bepaald als die zegt van meer, dan kunt u toch... De landelijke overheid heeft onlangs bepaald dat Amsterdam niet per se die verplichting meer heeft. Het huidige college heeft ervoor gekozen om dat wel te doen. Nee, dus... Dus de landelijke overheid geeft aan en anders grijpen ze in. Dus het is niet een loze belofte. Nee, maar Amsterdam negeert wel vaker overheidsregulering. Ja. Tegenprestatie bij bijstand wordt genegeerd. Het kraakverbod wordt genegeerd. Dus als dat soort dingen ineens dingen genegeerd kunnen worden, dan kan het daar ineens niet mee. Dank u wel. Dat is een beetje merkwaardig. Dank u wel. Ruben. Ja. Erik van den Burg van de VVD. Om even in te haken op het vorige gesprek. Forum voor Democratie peilt goede resultaten in de peilingen. Wat verwacht u van die partij zometeen in de gemeenteraad? Dat weet ik niet, omdat we nog geen ervaring met ze hebben. En de Haagse ervaringen, die zijn niet zo heel bijzonder. Dus ik heb geen idee hoe dat hier gaat. Nee, maar u loopt al een tijdje. Maar wat verwacht u nou van zo'n nieuwe beweging in de gemeenteraad? Probeer dus even iets voor te stellen. Ons even mee te nemen naar waar u rekening mee houdt. Het is toch een concurrent op rechts van u. Nou, dat moeten we zien. Hè. Voorlopig staan wij op 6 zetels in de peilingen. En dan is het dus uitermate meegevallen met die concurrentie op rechts. Maar los daarvan, ik denk dat Forum voor Democratie veel zal doen via de lijn van social media en media. Een methode die ze ook landelijk toepassen. Hm. Ik las dit weekend de krant. Ik ook, ja. En het was een landelijk dagblad.
En daarin stond een stukje van Frits Bolkestein. Ja. Hoe is dat om dat mee te maken? Nou, kijk, het is natuurlijk altijd leuker als mensen je een veer ergens in brengen. Kan ik me voorstellen. Dus in die zin, tegelijkertijd was zaterdag en ook zondag buitengewoon fijn om mijn telefoon in mijn hand te pakken. Want ik kreeg de hele tijd door sms'jes, appjes, mailtjes van mensen die aangaven het niet met Frits Bolkestein eens te zijn. Die het ook met u te doen hadden, zeg maar. Nee, dat niet. Nee, je hoeft het niet met mij te doen te hebben. Okay. Ik ben wethouder in de mooiste stad van de wereld. Dan hoef je het niet met mij te doen te hebben. En ik ben leider van mijn clubje. Dus in die zin gaat het met mij best goed. Maar ik kreeg wel veel mensen die zeiden van, nou, ik heb zelfs mensen gezegd die zeiden, nu ga ik juist als proteststem ga ik op jou stemmen. Ik denk, nou, prima. Maar even zonder... Rekent u het zichzelf ergens ook een beetje aan, die kritiek, dat u te links zou zijn? Nee, kijk, het is duidelijk dat... Hij zegt het niet zomaar, toch? Daar ga ik niet vanuit. Het is een zeer erudite man. Maar ik moet in Amsterdam zaken doen met partijen die ter linkerzijde van mij zitten. Dan sluit je compromissen. En compromissen die als VVD'er sluit met linkse partijen komen dus altijd links van de VVD uit. Dat is mijn job, zou ik bijna zeggen, omdat ik echt geloof in dingen realiseren. Nou, dan kan ik dus zeggen van, dit is mijn standpunt en daar wijk ik geen centimeter vanaf. Dan haal ik niks binnen. Maar steekt het dan niet dat het Forum toch 4-5 zetels peilt ter rechterzijde van nu? Mensen die misschien ook wel bij de VVD een plekje hadden kunnen vinden, als u toch af en toe zich ook over dat soort thema's had bezig gehouden? Het is heel simpel. Ik vertel waar ik voor sta. Als mensen het daarmee eens zijn, dan moeten ze op me stemmen. Als mensen het niet mee eens zijn, dan moeten ze kijken welke andere partij bij hun past. En daarop stemmen. Ik ga niet zeggen van, wat is de mening van een bepaalde groep? Dan is dat vanaf nu ervan ook mijn mening geworden. Dan stemmen ze misschien op me. Ik ben wie ik ben en zo is het. Ja. Andere vraag, ook een beetje vooruitkijkend. Wil u liever met of zonder D66 in een nieuwe coalitie? Ik wil 1, een zo sterk mogelijk VVD, maar 2, wat je net al zag gebeuren, Laurens Ivens zei, het is op. Reinier van Danzig zei van de week in de krant zelfs, het is uit. En ik dacht, jongens, het lijkt alsof jullie het over een relatie hebben. Dit gaat gewoon over zakelijke afspraken die je moet maken. Niks met persoonlijks aan dus. Liefde, dat bedrijf je maar buiten het stadhuis. Al moet ik zeggen, D66 en GroenLinks in de raad afgelopen week. Het was bijna strafbaar wat ze daar deden. dit is gewoon een zakelijke afspraken die je maakt. Nou, dan is het duidelijk dat ik de afgelopen 4 jaar met D66 meer heb gerealiseerd dan in de 4 jaar daarvoor. Dus met GroenLinks en de PvdA. Want, na 21 maart zitten jullie gewoon weer samen. Als liberale broeders. Ja, dat wordt eerst even de kwestie van de peiling afwachten. Dan lijkt er een coalitie van 4. Sorry, de verkiezing af te wachten. Dan lijkt er een coalitie van minimaal 4 uit te komen. Ja. Nou, dan zult u zien dat VVD en D66 op sommige punten dichter bij elkaar staan. Happily ever after. Ja. Nou, okay. Nee, het gaat nogmaals niet om happy. Ja. Het gaat om gewoon zakelijke afspraken met elkaar maken en die gewoon uitvoeren. En dan kijk je waar je dat het beste mee kunt realiseren. U kunt voor de 3e keer wethouder worden na de verkiezingen. Is het even los van de uitslag ook niet leuk om een keer wat anders te proberen na al die jaren? Nou ja, ik ben de opa in dit gezelschap. Ik heb namelijk om maar wat te noemen. Ik heb al best veel andere dingen geprobeerd. Ik ben fractievoorzitter geweest. Ik ben oppositieleider geweest. Jaren geleden. Ja, dat klopt. Maar ik zit ook al 31 jaar in de Amsterdamse politiek. Ik heb in de deelraad gezeten. Ik ben DB'er geweest. Ik heb diverse rollen gehad. Is het niet ook goed om een keer wat anders te proberen? Na 8 jaar wethouder te zijn geweest? Oh nee, maar geen enkel misverstand. Stel dat de VVD in het college komt. Daar ga ik namelijk sowieso van uit. Maar stel dat wij portefeuilles leveren waarvan ik zeg, er zijn anderen veel geschikter dan ikzelf. Dan gaat het namelijk nooit om mij. Het gaat om de partij en de belangen voor de partij. Dan ben ik een fractievoorzitter waar of de oppositie, of als we in de oppositie komen, de coalitie haar borst voor mag nat maken. Het mag wel, het hoeft niet. Ik sta hier om de belangen van de VVD te behartigen. Kan het beste als raadslid. Doe ik het als raadslid. Kan het beste in het college. Het is echt de allermooiste baan. Ik kan hem bijna iedereen aanraden. Erik van den Burg, dankjewel. Graag gedaan. Volgende stelling. Veiligheid in de stad. We kijken eerst even naar het filmpje. Stelling 3. Handhavers krijgen wapenstok en pepperspray omdat de politie te weinig agenten heeft. Er is een landelijk tekort aan agenten, waardoor werk blijft liggen en aangiftes niet kunnen worden onderzocht. Politiechef Albersberg van Amsterdam leidde onlangs de noodklok.
De politie kan amper het werk aan in de stad met al haar veiligheidsproblemen. De directeur van de handhavers pleit daarom voor een proef om zijn mensen te bewapenen met wapenstok en pepperspray. Om de politie zo te ontlasten. Een goed idee, want anders moet Amsterdam maar afwachten of Den Haag meer agenten levert. Ja, dit is een hele duidelijke vraag eigenlijk, hè, van de directeur van de handhaving eind vorig jaar. Die dat dus, zoals de laatste zin zei, een goed idee vond. Als we even naar de bordjes kijken, meneer Termunti, u bent hier tegen. Ik had hem al neergezet toen ik hier naartoe liep, want ik wist natuurlijk wel de stelling. Ja, u bent goed voorbereid. Ja. Ja, zeker. Zelfs op de laatste avond van de campagne. Ja, ja. Steeds scherp. Waarom bent u tegen? Nou ja, ik denk dat ik van iedereen die hier aan tafel zat de meeste ervaring heb op het gebied van toezichthouders. Ik heb jarenlang leiding gegeven aan bijna 140 toezichthouders in Amsterdam. Ik heb het project Straatcoaches heb ik opgericht in Amsterdam. En ik weet echt, gelooft u mij, dat dit een hele slechte stelling is namelijk. Die mensen wil je niet bewapenen. Waarom niet? Omdat A, het hele trainingstraject, het opleidingstraject van de politie heel anders is dan van de toezichthouder. Vele malen korter. En de beste agenten, dat zijn de agenten die deescalerend werken. Dus als wij zeggen, we spreken in Nederland af, de geweldsmonopolie ligt bij de politie. Nou, dat wil ik graag zo houden. Maar het gaat erom, de goede toezichthouder, die werkt deescalerend. Ze zijn zelfs bij ons toen gekomen, ja. De directeur, waar het nu blijkbaar dit verzoek vandaan komt. Die is geweest om te leren, hoe kan ik het goed dealen met jongeren in de wijk, zonder dat ik daar geweld of een vergeel boek voor moet gebruiken. U zegt, dit is niet nodig? Nee, zeker niet. Als je mensen goed treedt, is dat zeker niet nodig. Meneer Boomsma, u bent voor deze stelling. Ja, zeker. Ja. Nee, dit is een heel goed idee. Er ligt ook een heel duidelijk verzoek. Ik vind overigens niet dat het ten koste moet gaan van de politie. We moeten natuurlijk ook meer agenten hebben. Maar die wordt vanuit het Rijk geregeld. Dus daar kunnen wij niet zoveel aan doen momenteel nog, toch? Nou ja, we zouden kunnen overwegen om als gemeente ook agenten in te kopen. Dat is een ingewikkelde discussie die loopt nog. Wij zijn er op zich niet tegen. Maar goed, inderdaad. In ieder geval is het zo dat handhavers, dat je die nu betere uitrusting kunt geven. Want ze komen nu eenmaal in situaties waarin het nodig is. Het is ook zo dat in andere gemeenten het gewoon is. En kijk, we hebben onze handhavers vragen wel om op te treden in allerlei omstandigheden waarin ze een gevaar lopen. En we geven ze al steekwerende vesten, we geven ze al handboeien. Dan is het ook goed om te voorkomen juist dat escaleert. In ieder geval de mogelijkheid geven dat ze op kunnen treden als het nodig is. Rutger Groot-Wassink, ik keek even naar de cijfers. En ik las dat in het gemeentelijk incidentenregistratiesysteem tot 3 oktober 2007, nou het zijn dus wat oudere cijfers, al 305 keer sprake van geweld was tegen handhavers. Toch zegt u, dit is geen goed idee. Waarom niet? Nee, dit is absoluut geen goed idee. Omdat. Wat zegt u dan tegen die handhavers die dit hebben meegemaakt? Nee, maar laten we dat vooral ook zuiver voeren. Hè? Ja. Want hier wordt de hoofdcommissaris van politie aangevoerd. En die zegt, waar wij behoefte aan hebben is meer rechercheurs. Waar wij behoefte aan hebben is dat we de oorzaken van bijvoorbeeld drugscriminaliteit aanpakken. Dat los je niet op met handhavers te bewapenen. Ik vind echt dat je heel voorzichtig moet zijn om handhavers extra wapens te geven. En ik weet, er zijn die partijen die vinden dat mannen met mitrailleurs bij de metrostations moeten staan. Ja. Ik ben daar tegen, omdat ik echt denk dat als wij handhavers gaan bewapenen, dat uiteindelijk slecht is voor de stad, omdat het uiteindelijk gevaarlijke situaties in de hand werkt. En als je gewoon kijkt naar de cijfers, is dit een veilige stad? We hebben een probleem met grote georganiseerde criminaliteit. Dat los je niet op met handhavers. Sorry, maar dan moet u echt even bij de kabinetspartijen zijn. CDA, VVD. Want die hebben Amsterdam gewoon genaaid. We hebben bureaus gesloten. Agenten moeten ontslaan. Ja. En dat is dus nooit een schijnoplossing zou dit zijn. Het is een schijnoplossing en het biedt schijnveiligheid. Ja. En wat je moet doen als je deze stad echt veiliger wil maken, moet je niet inzetten op meer repressie, maar uiteindelijk op preventie. Okay. En bijvoorbeeld op buurtwerk, op jongerenwerk en op een heleboel andere. Meneer Van den Burg. Het is en. Meneer Van den Burg. Het was een van uw raadsleden die ook voorstelde om hier een proef mee te gaan doen. Hè? Met handhavers iets meer mogelijkheden geven. Ik vind deze stelling ook niet ver genoeg gaan. Wat mij betreft zou die kunnen stoppen na het woord pepperspray. Want ook op het moment dat wij 500 agenten erbij krijgen, wat niet alleen de wens van de hoofdcommissaris, maar ook van de VVD, dan nog steeds vind ik dat handhavers uitgerust moeten worden met wapenstok en pepperspray. En waarom is dat? Omdat je ziet dat mensen, zeker in het uitgaanscircuit, zich buitengewoon misdragen met de rotsmoes dat ze alcohol of drugs hebben gebruikt. En die korte tijd die dan nodig is, voordat de politie er is, kan voor een handhaver die wel al in de buurt is, nog steeds zo radig lang zijn dat hij of zij erdoor in de problemen komt. En als jij je verdomme niet weet te gedragen, als je denkt dat je een avondje gaat stappen, en je gaat je misdragen richting handhavers, dan heb je wat mij betreft eerder het risico van pepperspray in je gezicht of een wapenstok te pakken. Je kunt er ook voor kiezen om je gewoon te gedragen. Het is bijna alsof u mij aanspreekt. Ja. Mevrouw Nanninga, we hebben u nog niet gehoord op dit onderwerp. Het is natuurlijk verschrikkelijk treurig dat het nodig is, maar ik ben het wel met meneer Van den Burg eens. Je kan onze mensen niet het veld insturen
sturen met een bonnenboekje en een vriendelijk gezicht. Dat gaat gewoon niet werken. Forum voor Democratie zet in Amsterdam in op 1000 extra rechercheurs en agenten. Ik weet dat dat een landelijk issue is voordat u mij daarover vliegen gaat afvangen. Maar daar heeft commissaris Albersberg ook een heel goed argument over. Namelijk Amsterdam heeft op papier ongeveer 800.000 inwoners. Maar op enig moment zijn er in deze stad permanent 1,3 tot 1,5 miljoen mensen aanwezig. Dus er moet opgeschaald worden. Die verdeelsleutel klopt al niet. Daarnaast, je kan onze mensen het veld niet insturen met niks. Het is nodig. We hebben ook heel veel met mensen in de politie. Dat wordt gewoon een doemscenario. Heel veel mensen binnen de politie gesproken, die bijvoorbeeld ook pleiten voor laat ons bodycams gebruiken. Dat maakt ons controleerbaar, dat maakt ons werk afrekenbaar en geeft die handhavers de middelen om zich te verdedigen. Meneer Termoente, u staat mee. Het is duidelijk de discussie met mensen die niet in de praktijk hebben gewerkt. Ik heb 8 jaar lang 140 man aangestuurd die toezicht hielden op straat. Dat kan niemand van u zeggen hier aan tafel. En al die mensen zeggen allemaal, ik werk deescalerend door middel van goede gedrag te vertonen, die jongens op een bepaalde manier aan te spreken. En het verhaal van het uitgaansgebied, dan staat op elke discotheek een politiebusje. Maar dat is gewoon klinkklare onzin. Wij hebben 8 jaar lang gewerkt met straatcoaches. Niemand had een vest om. En die jongens zijn allemaal... Wat zegt u dan tegen een van die handhavers die dus wel... Het grootste probleem is bij de handhaving is dat ze niet goed getraind worden. Dat er bijna geen aandacht is voor hun opleiding. Okay, dat je binnen 10 weken al op straat staat. Helder punt. Weet u hoe gevaarlijk het is als wij mensen die ongetraind zijn de straat opsturen met wapens? Dan kan ik u vertellen dat er wel Amerikaanse taferelen gaan. Ik ben het helemaal met u eens. We moeten onze mensen goed trainen. Als mensen zo goed getraind zijn en als die mensen zo goed deescalerend kunnen optreden, dan is dat prima. Dan hebben ze dus die wapenstok en pepperspray. Maar dat is nu niet het geval, zegt u. Nee. Als ze goed getraind zijn, dan hebben ze die wapenstok en pepperspray helemaal niet nodig. Ja. Maar mocht het misgaan, is het toch fijn als ze die wel hebben. Precies. Waarom zou u die mensen dat onthouden? Meneer Boomsma, en dan meneer Grootwassink. Dat is ook zo. Natuurlijk moet je in de eerste plaats proberen conflicten op te lossen met woorden, met overtuigingskracht. Deescaleren inderdaad. Maar er zijn natuurlijk situaties waarbij het... Meneer Boomsma? Ja, natuurlijk, maar dat neemt niet weg dat je als het echt niet anders kan, moet kunnen optreden. Bovendien, u schetst echt een soort doemscenario van die mensen die bij het doemscenario of iedereen wordt niet. Helder. Mag ik een vraag van op dit moment? Kort. Het is al zo dat bijvoorbeeld de BOA's in het openbaar vervoer hebben al een wapenstok. Dus wil GroenLinks en Denk, willen ze die dan ook weer afpakken? Nou, dat is een goede vraag, meneer Grootwassink. Blijkbaar kan het in het openbaar vervoer wel. Ja, maar volgens mij is de vraag een andere. Volgens mij gaat het erom, wat geloof je nou dat het beste werkt om de veiligheid in deze stad, die over het algemeen gewoon best goed is, om die te verbeteren. En ik ben er gewoon niet van overtuigd dat meer camera's, preventief fouilleren, wapencontroles en al die repressieve maatregelen uiteindelijk bijdragen aan een veiligere stad. Ik denk dat ze eerder de stad onveilig maken, omdat ze uiteindelijk georganiseerd wantrouw zijn. En schijnzekerheid bieden. En wat we moeten doen, is veel meer inzetten op... Meneer Boonsel, u zegt flauwkul. Als er een serieus geweldsincident is, dan zet je de politie in. Dan moet een handhaver dat niet doen. Ik wil meneer Van den Burg horen. Ja, op uitgaanspleinen, u noemde dat net als punt waarom handhaving beter bewapend zou moeten worden. Is al politie aanwezig? Meneer Termoente zegt, met al mijn ervaringen zie ik dat je deescalerend moet optreden. Het is niet nodig. Nou ja, kijk, het begint natuurlijk met gewoon gedraag je. Ja. Want als je het hebt over hoe kunnen we de stad veiliger maken, dan begint het gewoon met dat je A gedraagt en B houdt aan instructies die je krijgt van de handhavers en de politie die dat namens de overheid. Maar de realiteit is iets weerbarstiger, dat lukt niet altijd. De realiteit is een andere. En dan zie je dat handhavers aangeven dat zij die periode tussen het moment dat zij ertussen springen en de politie er is, en het is soms maar een korte tijd, dat ze zich die periode onveilig voelen. Dat is één. En twee, je weet ook donders goed dat je je anders gaat gedragen als er inderdaad iemand tegenover je staat die kan zeggen, pas op, of ik maak een aantekening in mijn bloknoot, of iemand tegen die... Het heeft een afschrikwekkend effect, zegt u. Ja, het heeft zeker een afschrikwekkend effect. Tot slot, meneer Termoente, voor deze ronde. Het is klinkklare onzin. Ik zie het in de praktijk, ik heb het jarenlang meegemaakt. Op het moment dat je middelen geeft aan mensen, bijvoorbeeld alleen het bonnenboekje. Weet u veel toezichthouders op een gegeven moment niet eens meer praten met mensen, maar gelijk naar het bonnenboekje grijpen. Omdat ze denken van, ik moet het op deze manier oplossen. Deescalerend werken is de keyword hier. In
dit geval. En als we het hebben over toezicht, risicoanalyse maken. Je leert bij de politie om snel een risicoanalyse te maken van die situatie. Moet ik ingrijpen of moet ik niet ingrijpen? Wij hebben toezichthouders die dat blijkbaar niet goed kunnen, omdat ze niet goed getraind zijn. Opnieuw komt hij terug op punt. Moet je op investeren. Beter trainen. En niet iemand de stok geven en denken, ga er maar op los. Dat werkt niet. Nee, het is en. Natuurlijk moet je investeren in sturen. Helder, dat punt is helder. Diederik Boomsma, u wilde nog één aanvulling maken. Natuurlijk is het zo dat als je inderdaad die handhavers uitrust met een wapenstok of pepperspray, dat je ze goed moet opleiden. En dat ga je ook doen. Er zijn hele goede opleidingen, die worden ook steeds beter. Maar u zegt en-en. Tuurlijk, en-en. Mensen krijgen gewoon een instructie van wanneer je in welke geval je dat kan gebruiken. Toezichthouders worden binnen een paar weken de straat opgezet. Dit is nou wantrouwen richting onze handhavers. Nee, dat is niet waar. Volgens mij zijn de lijnen helder. Ik wil u allen heel hartelijk, we zijn op de helft van het debat. Ik wil heel hartelijk danken, heren en mevrouw. En geef ze een warm applaus. Ja. We gaan weer wisselen. Namelijk, meneer Boomsma, u wordt vervangen door mevrouw Simons. Mevrouw Nanninga, u wordt vervangen door meneer Van Danzig. En meneer Termoente, die was al zo bij de les dat hij al richting zijn kruk ging. Die wordt ook vervangen. En ondertussen geeft u een warm applaus aan Jonas van Lammeren, die richting Ruben Koopsma. Die nog heel even bij ons is. Meneer Van Lammeren, welkom bij de Paroldesk. Nog heel even bij ons, want u gaat zo meteen naar de buren, want u bent genomineerd voor het beste raadslid van Nederland. Gefeliciteerd! Ja. Dankjewel. Ja, dus heel kort even hier, we willen graag het geheim van u weten. U bent, dat is toch aan links en rechterzijde van de Amsterdamse politieke spectrum wel bekend, vrij invloedrijk met uw ene zetel geweest de afgelopen 4 jaar. Hoe doe je dat nou? Omdat het niet om mij gaat. Het gaat om waar wij voor staan. Het gaat erom dat de Amsterdammer steeds meer herkent dat we gewoon beter met onze planeet om moeten gaan, beter met onze ruimte om moeten gaan, dat we beter naar Amsterdammers moeten luisteren. En heel eerlijk, ik heb gewoon een fantastische fractie. En wij vertellen gewoon ons verhaal. En dat doe ik deze campagne ook. Ik vertel wat ik gedaan heb. Ik vertel waar we voor staan. En ik hoop dat dat aanslaat bij mensen. En dat is wat we doen. Het heeft u in ieder geval de finale van die race gebracht, die dan zometeen zijn finale vindt in Paradiso. Ja. Ik vond het wel grappig dat u eerder dit jaar de hand op elkaar kreeg voor een nieuwe belasting in Amsterdam. Namelijk een festivalbelasting. Althans een onderzoek daarnaar. U heeft net even uitgelegd dat je dat met je team doet. Maar hoe zoek je nou die onderwerpen? Of bijvoorbeeld de ja-ja-sticker waar we nu allemaal mee zitten in Amsterdam. Nou, niet hè. Niet of plakken. Niet, juist niet plakken. Dat scheelt 34 kilo per jaar. Hoe vind je die onderwerpen? Hoe bepaal je nou dat zoiets wet moet worden in Amsterdam? Het is vrij simpel. Wij luisteren, en dat doen vast heel veel partijen ook, maar wij luisteren gewoon naar Amsterdammers. Wij praten met heel veel belangenverenigingen. We kijken wat er gewoon gebeurt in Nederland. En we kijken wat in het buitenland komt. In 2011 begonnen we in Amsterdam met een convenant over de plastic tas. Later is dat pas verboden geworden in Nederland om een gratis plastic tas te krijgen. Maar in 2011 hebben we die op de kaart gezet. Rubbergranulaat hebben we hier op de kaart gezet. Helder. Houtrook hebben we hier op de kaart gezet. Ja. En dat doen we door gewoon met mensen te praten. En zeggen, dat is gewoon een goed idee. Ja. Korte vraag nog. U wordt niet zo vaak genoemd als coalitiepartij in Amsterdam, terwijl u toch gaat groeien. Heeft dat er misschien mee te maken dat u niet bekend staat als iemand die de compromissen graag aangaat? Ik ga geen compromissen aan als het gaat over het groen van Amsterdammers, voor Amsterdammers, niet op ecologie. En voor de rest is er met mij altijd goed te praten. Mensen weten exact wat we aan de Partij voor Dieren hebben. Dat zie je ook, hè. Er is een schaduw. Ook niet als u nodig bent als gedoger van een nieuwe, misschien linkse coalitie? Nee, wat ik gedoog zijn goede plannen die de planeet beschermen. En dat klinkt heel hoogdravend, maar het is heel simpel. Er moet echt wat gebeuren aan het klimaat. En er moet wat gebeuren om het groen in Amsterdam te beschermen. En of dat een coalitie-oppositie is, het maakt me niet uit. Dat is waar ik voor sta. Dat is waar ik naar morgen voor sta. En dat is waar onze partij altijd voor zal blijven staan. Succes zometeen. Dank u wel. Dank je wel. Mensen, het spijt me. Ik ga naar hiernaast. Ik zou hiernaast nog een debat hebben over groen. Mijn antwoord op de stelling wordt ja. Groen mag geld kosten, maar dat moet terugkomen door belasting te heffen op ruwe grondstoffen. Want daarmee stimuleren we een circulaire economie. Dank jullie wel en veel plezier vanavond. Ja. Dank je. Hoi. Welkom. Meneer Boomsma, ook u bent eenmansfractie. Ja, en volgens de peilingen blijft u eenmansfractie. Hoe komt het nou dat CDA... U bent optimistisch, dat is heel mooi. Maar we gaan even uit van de peilingen. Hoe komt het nou dat CDA toch een regeringspartij in Amsterdam maar niet weet door te breken?
Ja, goede vraag. Die heb ik me ook wel eens gesteld de afgelopen tijd. Ja, vind ik lastig om er antwoord op te geven. Maar ik heb er zelfs gezegd alle vertrouwen in dat we dit keer wel gaan doorbreken. Nee, maar goed. Ja, daar heeft het niet alle schijf aan. Maar hoe zit dat? U bent ooit groot geweest ook in Amsterdam? Of wat als groter dan nu? Wat is er aan de hand? Nou, kijk, ja, er zijn natuurlijk veel traditionele CDA-stemmers. Mensen zijn ook wel weggetrokken uit de stad. Hè, de afgelopen decennia. Gezinnen en mensen die het hier niet meer konden betalen. Ja. Hè, die dan naar Purmerend of naar Almere zijn vertrokken. Ja. Dus dat heeft ons niet geholpen, inderdaad. Ja. En heeft u ook last van uw partijleider Buma in deze? Die toch wel wat smalend wil doen over Amsterdam en de grachtengordel. En toch vaak in ieder geval de schijn wekt de belangen van het platteland te willen behartigen? Nou, ik heb dat niet. Nee, ik heb die indruk helemaal niet. Ik spreek veel mensen die ook positief zijn over onze partijleider in Den Haag. Ja. En ik hoor hem helemaal niet smalen over Amsterdam, hoor. Nou, de grachtengordel heeft er toch een grote kop mee gehaald in de krant. En ook hier tijdens het lijsttrekkersdebat, hè. Jawel, als het gesloten is, dan ben ik alweer opgelucht. Maar Amsterdam is groter dan de grachtengordel, meneer Cousy. En er zijn ook mensen in Amsterdam die denken dat die hele discussie over de Koentunnel, dat een beetje een grachtengordeldiscussie is. Ja. U heeft de afgelopen jaren erg ingezet op erfpacht. Of erg tegen de huidige stelselwijzigingen geprotesteerd, ook in de campagne. Heeft u het idee dat erfpacht, dat er nog iets aan te doen valt? Ook gezien het feit dat GroenLinks misschien wel de grootste wordt. Sterker nog, ik weet zeker dat er nog heel veel aan te doen is en dat er ook nog heel veel zal gebeuren. Ja, en wat dan? Nou, op dit moment, het systeem dat we nu hebben is niet houdbaar, is niet toekomstbestendig. Ja. Is ook doorgerekend door een aantal experts, omdat er een soort financiële hefboom in zit. Dus de prijzen die wat ons betreft nu al veel te hoog zijn, die gaan helemaal exploderen na eind volgend jaar. Ja. En ik heb al met meerdere partijen gesproken en die zien allemaal al in, eigenlijk kan het zo niet doorgaan. Dus er moet een nieuwe oplossing komen en dat moet natuurlijk dit keer een eerlijke oplossing worden. En hoe ziet die eruit? Nou, wij zeggen, je moet mensen niet twee keer laten betalen voor hetzelfde ding. Dus voor die grondwaarde. Dus wij zeggen van overgestapt is overgestapt. Als je al hebt betaald voor die grond, hoef je dat niet nog een keer te doen. Hoef je niet nog een keer langs de kassa. Ja. En daarnaast zeggen we, het kan nooit meer worden als je nog moet afkopen. Dan 10% ongeveer van de WOZ-waarde. Want dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Dat is ongeveer wat de markt verwacht. En dat is ook waar mensen op konden rekenen op grond van de verwachtingen van de afgelopen decennia. En van wie aan die kant verwacht u steun? Nou, ik moet zeggen, ik verwacht steun van heel veel partijen. En ik hoor ook, kijk, zelfs ik had een discussie net met meneer Groot-Wassink, daarna natuurlijk een groot voorstander van het erfpachtstelsel, maar die zei ook op de radio laatst in gesprek met mij, we moeten na de verkiezingen, moeten we met z'n allen om de tafel gaan zitten om dit te depolitiseren en kijken hoe we hier nu uitkomen. Want hij zag ook, we zijn op dit moment nog niet uitgekomen. Op dit moment heb je nog steeds die enorme verhoging waar we juist van af wilden. Dus ook met GroenLinks valt te praten. Eerder hebben we met de PvdA al over gehad. En PvdA die had ook al eigenlijk een enorme stap gezet, af van het residueel rekenen. Ja. Die zei net als wij, je moet kijken naar de bestaande contracten. Ja. Ja, laten we niet heel erg te diep op die materie gaan met residueel rekenen. Zo, maar goed, daarnaast geloof ik zeker dat ook de VVD en D66 natuurlijk uiteindelijk dicht bij ons staan. Er zijn natuurlijk die stelselwijziging die nu voor ligt, of die eigenlijk waar eigenlijk al mee ingestemd is, heeft al een hele hoop emotie teweeggebracht in de stad. Mensen maken thuis de rekenmachine een berekening. Sommige mensen hebben al een besluit genomen. Is het dan nog eerlijk of verstandig om dat nog helemaal opnieuw op te rakelen en weer opnieuw zo'n besluit te nemen? Nou, je kunt bijna niet anders. Kijk, mensen zijn inderdaad, er is veel emotie, maar dat komt niet zozeer door het feit dat er over gesproken wordt of dat er een besluit is genomen. Dat komt omdat er een verkeerd besluit is genomen. Maar goed, mensen nemen wel een besluit nu. Hè? Die hebben nu, we gaan nu wel of niet eeuwig tot nu toe vastleggen. Waren 120 mensen die hadden geaccepteerd op bijna 200.000 erfpacht. Ja, maar er zijn wel veel meer aanvragen gedaan, een paar duizend. Nou, mijn aanvraag is dat mensen informatie willen inwinnen. Maar goed, kijk, waar het op neerkomt is dat de vernieuwing, het nieuwe beleid is voor een klein deel van Amsterdammers inderdaad redelijk gunstig. Ja. Voor een heel groot deel van de Amsterdammers is het een verslechtering. En we kunnen het ze niet aandoen om zoveel te betalen. We moeten dus met een eerlijkere deal komen. En daar zullen alle Amsterdammers na de verkiezing denk ik blij mee zijn als ons dat lukt. Oké, nou, dank u wel. Dank je wel. Ja, we gaan naar de volgende stelling. En het zal je niet verbazen dat er dan eerst een filmpje komt. Stelling 4. Om nieuwe milieumaatregelen te nemen, mogen de lokale lasten stijgen. Warmterecord na warmterecord wordt gebroken en een brede meerderheid vindt dat er nu echt milieumaatregelen genomen moeten worden. Maar aan welke knoppen moet de gemeente draaien en waar leg je de rekening? Moet de vervuiler betalen? Moeten we de rekening bij bedrijven leggen? Of mogen we allemaal wel iets bijdragen aan het verbeteren van ons milieu?
Ja, u ziet één leeg tafeltje. Dat was omdat natuurlijk Jonas van Lammeren net voor vanavond hoorde dat hij naar Paradiso is. En het ons niet heel eerlijk leek om te gaan dobbelen wie er dan nog bij mocht. Dus we doen het nu even zo. Sylvana Simons is erbij gaan staan van Bijeen. U bent voor deze stelling, de lokale lasten mogen stijgen. Ik las in uw programma. Oh, waren we al zo ver? Neem niet kwalijk. Ik ben... Oh, nou ja, dat stond al goed. Ja. Nou, u bent half voor. Ja. Legt u even uit waar u voor bent. Nou, het is heel grappig, want als Jonas van Lammeren hier had gestaan, dan had hij waarschijnlijk eerst gesproken en had ik gezegd, ik ben het daar volledig mee eens. Want natuurlijk mogen de lasten best een beetje stijgen, maar we moeten wel uitkijken dat we niet blijven doen wat we nu heel vaak zien gebeuren, dat de gebruiker, de eindgebruiker, de consument opdraait voor de kosten die horen bij verduurzaming. Terwijl die kosten, en vooral veel belangrijker nog dan alleen die kosten, maar de werkelijke belasting op dat milieu, die komen natuurlijk, dat komt natuurlijk van de producenten. Dus ik denk dat daar ook de zwaarste... U wilt de nadruk leggen op de bedrijven en de vervuilers? De vervuilers, dat zijn de bedrijven. Precies. Ja, en die mogen wat mij betreft ook meer voor de kosten opdraaien. Ja. Meneer Van Dantzig, ik las in uw financiële doorrekening dat u zei dat de vervuiler moet betalen. Zeker. Maar dat u ook open staat voor dat de lokale lasten stijgen via bijvoorbeeld parkeerbelastingen, OZB, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing. Ja, daar ga je al. Wat wordt een dure rekening voor Amsterdammers? Of valt dat wel mee? Ik denk dat dat... goed binnen de perken te houden is. Maar laten we wel eerlijk zijn, dat als we echt radicaal willen verduurzamen, dat is volgens mij echt een richting waar, denk ik, al deze partijen, misschien ook wel al de partijen die daarachter nog zitten, heen willen, dan zal dat wel betaald moeten worden. Als je duurzamer afval wil ophalen, je wil beter scheiden, dan zou je ook een bijdrage aan Amsterdam moeten vragen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als je je idealen wil verwezenlijken, dat je ook heel helder bent over hoe je dat gaat betalen. Ja. Meneer Van den Burg, het verbaast me een beetje dat u groen zegt, omdat ik in het kieskompas u aan de andere kant zag staan. U zei namelijk daar, de woonlasten zijn afgelopen jaren gedaald. Daar zijn we niet alleen trots op, we willen dit de komende 4 jaar verder doorvoeren. Ja. Dat was uw antwoord op die stelling daar. Ja, dat was mijn antwoord op die stelling daar, maar dat is niet de stelling die hier staat. Nou, dat is precies dezelfde woorden hoor. Nee, hier staat de lokale lasten, er staat niet de woonlast. En wij laten bijvoorbeeld de toeristenbelasting stijgen in Amsterdam om daarmee onder andere het duurzaamheidsfonds te financieren waar de VVD in het verkiezingsprogramma voor pleit. Dus wij zijn voor het verhogen van de lokale lasten om diverse maatregelen te betalen. Waaronder milieumaatregelen. Maar dan zegt u eigenlijk, de bewoner merkt daar dus niks van. Het gaat om bijvoorbeeld de toeristen die er iets van merken. Als het gaat om lokale lasten verhogen, dan zeggen wij, dan moet je de lokale lasten verhogen via de toeristenbelasting. Wij pleiten niet voor verhoging van andere belastingen of herinvoering, zoals de partijen hier ter rechter, CQ linkerzijde doen. Wat vindt u daarvan, meneer Grootwassink? En wat is uw standpunt hierop? Nee, kijk, het is glashelder. Als wij de doelstellingen van Parijs willen halen, dan moeten we heel veel doen in deze stad. Want er gebeurt nu echt veel te weinig. En dat vind ik niet alleen, dat vindt Erik van den Burg. Ja. En zelfs meneer Van Dantzig vindt dat wij veel te weinig gedaan hebben aan bijvoorbeeld de verduurzaming van de woningvoorraad. Oh, zeker. Heeft u meermaals gezegd. Dat ben ik ook. Maar dat is dus echt, dus ik ben heel blij dat de meneer Van Dantzig nu zegt, we moeten radicaal verduurzamen. Hij neemt zelfs het GroenLinks taalgebruik over. Nou, radicaal is toch echt het taalgebruik van radicaal verduurzamen, dat is, sorry mevrouw, daar waren we wel wat eerder mee. Maar het is heel mooi dat D66 dat ook wil. En ja, dat betekent dat die rekening betaald moet worden. Ja, dat betekent dat de vervuiler moet betalen. En dat betekent ook dat je lokale lasten soms kunt verhogen, omdat wat deze coalitie gedaan heeft. Maar betekent dat ook dat de bewoners in Amsterdam iets meer gaan betalen? Ja, dat zou het heel goed kunnen. Want bijvoorbeeld de OZB is in Amsterdam een van de laagste van heel Nederland. Daar kan echt wel wat, daar kan echt wel wat bij. Dat doet D66 trouwens ook. Wij ook. Wij verhogen de OZB nog iets strakker. Maar wat ik belangrijk laatste punt vind, en dan meneer Van Dantzig. Nee, maar waar we bijvoorbeeld echt naar moeten kijken is hoe je bijvoorbeeld met energiemaatregelen mensen ook in hun huishouden kunt helpen. Omdat als je isoleert, kun je de energierekening naar beneden brengen en dan kun je dus ook wel wat meer betalen. Heel goed. Meneer Van Dantzig. We hebben allemaal dezelfde idealen. En als je echt wilt voorkomen... Nou, zeker. Maar op dit gebied denk ik dat onze idealen... Die liggen we in de buurt. Liggen we in de buurt. Laten we dan daarop vaststellen. Maar als je echt wil dat die idealen niet alleen bij plannen blijven, maar dat je ze ook echt gaat realiseren, dan is het heel belangrijk dat je dan ook heel duidelijk bent over hoe je ze wil betalen. We hebben al drie deze partijen een financiële onderbouwing geleverd. Die van GroenLinks kwam wat ter overuren. Maar daar zag ik wel drie dingen waar ik me zorgen om maak. Ik hoop dat de heer Grootwassink die kan toelichten. Niet alleen wordt er een greep genomen uit wat het gemeentefonds heet. En dat is echt geld wat het Rijk misschien een keer naar Amsterdam gaat overmaken. Maar wat helemaal niet zeker is. De lasten worden forser verhoogd. Ja. Zelfs forser dan D66 met wel 50%. En als derde, en dat vind ik echt een zorgelijk punt, is dat de beleidsregels om ons schuld beheersbaar te houden weer naast ons neergelegd worden. Dan vraag ik echt aan meneer Grootwassink, hoe gaan we dat dan betalen? Eén reactie, meneer Grootwassink, dan mevrouw Simons. Nee, ik ben het nu gewoon wel zat.
Ik ben het echt wel zat. Want je jokt over je sociale huur. Over je verkiezingsprogramma schrijf je allemaal gelul in de krant vanochtend. Je probeert een prijs met groenste politicus te winnen met ideeën die je jat van de Partij voor de Dieren. Groot, en van ons. Hou op met dit flauwe gedoe. Zeg nou gewoon wat je wil. We hebben een doorrekening waar we gewoon heel duidelijk in aangeven. Uw doorrekening zegt ook gewoon 30 miljoen nader in te vullen. Wij hebben heel duidelijk aangegeven, wij verhogen de lasten. En daar loop ik helemaal niet voor weg, omdat het nodig is om het klimaat te redden. Oké, helder. Ik wil naar mevrouw Simons, want die heb ik nog niet zoveel gehoord in dit onderwerp. Mevrouw Simons. Wat ik jammer vind is dat we deze discussie beginnen bij de Amsterdammers. Bij mensen die in Amsterdam wonen. Die gaan stemmen. Ja, maar we praten hier over duurzaamheid, verduurzaming van de stad. Dat is zo'n groot onderwerp, dat gaat over zoveel meer. Wat mij opgevallen is tijdens deze campagne, is dat geen enkele partij het aandurft om te praten over de Amsterdamse haven. Oh, jawel hoor, heel goed gedaan. GroenLinks. Wat is uw punt daarbij? Nou, we hebben de grootste benzinehaven van de wereld. Ja. Nog een keer, we hebben de grootste benzinehaven van de wereld. Ik hoor het. Als Amsterdam fossielvrij wil worden, als Amsterdam wil verduurzamen, dan zullen we daarover moeten praten. We hebben wel veel Schiphol. En over Schiphol. U zegt eigenlijk, laten we niet nu praten over de lasten voor bewoners, et cetera. Want als we zulke vervuilers hebben in onze stad. Natuurlijk gaan uiteindelijk bewoners ook merken dat het geld kost om te verduurzamen. Maar ik vind het onvoorstelbaar dat we praten over onderwerpen van, ik denk, maar dan slaan we dus echt de kern van het probleem. Ja. Elke keer klein over. Ja. Meneer Van Dansen, en dan meneer Van den Burg. Ik wilde toch, want ik emotioneel worden mag. Hè. Ik vind het ook, het voelde niet als een flirt net. Nee, het voelde zeker niet als een flirt. Maar ook in het begin van de relaties mag het af en toe ruzie. Hè. Maar ik vind dit wel een heel belangrijk punt. Het is wel een beginnende relatie. Dat kunnen we niet doen. Hoe dan ook moeten samenwerken. Nee, prima. Goed, meneer Van Dansen, uw punt. Maar ik vind het een belangrijk punt. En dat is waarom ik er toch nog even in ga wroeten. Met permissie van de heer Groot-Wassink. Kijk, meneer Groot-Wassink, wat ik een belangrijk punt vind. Ik laat u wegkomen met die lastenverhoging, dat is gewoon een politieke keuze. U zet ook de bruidschat in van dit college, dat mag ook. Maar dat gemeentefonds kwam vandaag uit dat het 50 miljoen minder gaat opleveren de komende 4 jaar dan u begroot had. En dan is wel de vraag, kan dat wel? En bent u dan ook bereid andere keuzes te maken? Of zegt u, inderdaad, we hadden iets meer geld geïnvesteerd. Dat was misschien wat aan de riant kant. Wel een lange vraag, Reinier. Maar uw antwoord kan vast heel kort en bondig. Want dat het vandaag uitkwam, wij hebben onze doorrekening eerder gemaakt. En u heeft de wethouder der Financiën die het nodig vindt om in de krant erop te reageren. Maar we hebben ook aangegeven dat er in deze stad echt nog geld genoeg is om met Erik van den Burg te spreken. Want wij spreken het vereveningsfonds niet aan. Ik ben het financieel geweten, dat is wel duidelijk. Dat lijkt me voor u een prettige positie. Iedere lijsttrekker citeert mij. Meneer Groot-Wassink, ik maak het op jou af. Waar het om gaat is, wij hebben bijvoorbeeld in het mobiliteitsfonds, bijvoorbeeld in het vereveningsfonds, hebben we echt nog wel veel geld. En dat kunnen we gewoon betalen. Maar waar het volgens mij om gaat, is dat bijvoorbeeld, want dat vind ik dan heel raar, hè? D66 zegt, we hebben inderdaad veel. Maar vertelt u nu even uw eigen punt en dan wil ik naar meneer Van den Burg. Ik vind dat we moeten stoppen met het verkopen van maatschappelijk vastgoed. En dat is nu gebeurd. En dat is ten bate gegaan aan de schuld van de stad. En de schuld van de stad is houdbaar. Net zoals wij een hypotheek. In tegenstelling tot uw verkiezingsbelofte is de schuld de afgelopen jaren behoorlijk opgelopen. Okay. Komt u me daar nou niet mee aan? Ik wil meneer Van den Burg even horen. Hoe luistert u hierna naar deze flirt en hoe verhoudt de VVD zich hiertoe? Want we hebben het over het onderwerp, over de milieumaatregelen. Ik snap wel dat we weggaan bij de stelling, omdat we het over die stelling hadden. Ik zou u graag daar terugbrengen. Ja, maar daar zijn we dus alle vier over eens, dus dan ben je klaar met de discussie. Dus gaat het vervolgens over hoe ga je zaken op een andere manier financieren. En dan is het inderdaad waar. Ik heb inderdaad gezegd, we hebben in Amsterdam genoeg geld. Dat word ik ook veel op geciteerd. En we hebben ook goed inzichtelijk waar het geld zit. Collega Kok heeft de administratie goed op orde gebracht de afgelopen jaren. Een compliment voor D66, wethouder. Zegt u? Een compliment voor D66. Ja, de boekhouding heeft hij goed geregeld. Daar verdient hij dus ook een compliment voor. Ja, dat is waar. En alleen daarmee hebben we inzichtelijk gemaakt wat we allemaal kunnen besteden. En daarom ben ik er dus wel voor om te kijken naar bijvoorbeeld toeristenbelasting. Omdat ik zeg, toeristen moeten meer meebetalen datgene wat in Amsterdam gebeurt. Maar dat is ook precies de reden waarom ik niet zeg, de Amsterdammers moeten meer gaan betalen. Want onze stad is rijk genoeg om prioriteiten te stellen. Waardoor niet de Amsterdammer, die van de successen profiteert, maar ook
ook last heeft van de successen, ook nog eens een keertje de rekening moet gaan betalen. Mevrouw Simons, ik wil u het laatste woord geven, want meneer Van den Burg zegt eigenlijk dat de Amsterdammer daar dus niks van hoeft te merken. Ziet u dat ook zo? Nou, het zou fantastisch zijn als Amsterdam er niks van hoeft te merken. Maar ik denk dat we allemaal wat gaan merken van het feit dat we zuiniger om moeten gaan met de plek waar we leven. Of dat nou de stad is, het land is, de wereld waarop wij leven. Wat ik heel erg mis, elke keer als het over duurzaamheid gaat, is echt het grote plaatje. Er wordt niet gesproken over klimaatracisme bijvoorbeeld. Over hoe mensen... Klimaatracisme? Ja, het is een nieuw woord voor jou, dat begrijp ik. Ja. Dat ken ik heel eerlijk. Verbaast me ook niet dat je het mij willen uitleggen. Maakt u heel, punt. Ik wil het je heel graag uitleggen. Er gebeuren dingen in de wereld die heel ver van ons bed lijken, waar wij een directe invloed op uitoefenen. Op het moment dat het klimaat aan de andere kant van de wereld zodanig geraakt wordt en beïnvloed wordt dat mensen daar niet meer kunnen wonen, dat daar geen water meer is bijvoorbeeld, dan gaan zij verkassen. Als je het zo interpreteert, dan ben ik het met u. Nou, ja, precies. Ja. En wij hebben daar niet genoeg aandacht voor, We hebben niet genoeg aandacht voor. We hebben niet genoeg aandacht voor onze verantwoordelijkheid hier. Voor duurzaamheid is een globaal probleem. Ja. En natuurlijk moet je dat op stedelijk niveau aanpakken. Maar kijken wat het grotere plaatje vergeten. Maar dat wij het hier inderdaad, Schiphol wordt even te... Dat zijn de dingen waar het over moet gaan. Het verbaast mij de manier waarop er met duurzaamheid wordt omgegaan in Amsterdam. Oké, helder. Heren, dames, bedankt. We moeten door naar de volgende ronde. En we gaan weer wisselen. Ik zie alweer mensen vrij enthousiast lopen. Echt, en dat gaat vooralsnog goed. En naar voren mogen komen de heer Tajmounti, de heer Boomsma, mevrouw Moorman. Zeg ik het nou goed? Ja, ik zeg het goed. Dat is gelukt. Ja. Ja, u blijft staan. Zeker. Ja. En dan vergeet ik nog één, meneer Evans. Ja. Ja, u stond al te wenken. Maar we gaan eerst. En die mag meteen doorlopen. Reinier van Danzig mag richting Ruben Koops. Geef me een warm applaus. Ja, bedankt. Meneer Van Danzig. Meneer Koops. Ik zag uw vrouw Nirvana in de zaal zitten. Ja. Heeft u op dezelfde manier bij elkaar geflirt als zoals dat richting Rutger Groot-Wassink ging? Poeh, nou dat moest wel wat meer werken. Nog meer? Gesproken worden. Okay. Ja, daar ben ik wel, daar heb ik wel anderhalf jaar omheen gedraaid, denk ik. Hoi schat. Ja. Het gaat niet zo goed in de peilingen met D66. Fors verlies. Waar ligt dat nou aan? Nou, het is denk ik nooit zo heel verstandig om tijdens de wedstrijd aan de evaluatie te beginnen. Maar we zitten, ze zijn vrij consequent, al die Maar veiligen. We zitten natuurlijk hier in een college als grootste partij. Maar we zitten landelijk ook in een coalitie. En dat betekent dat als wij deze verkiezingen als grootste uit de bus komen, dat gewoon een historisch resultaat is. Dat gebeurt niet vaak. Ook omdat je in Nederland de situatie hebt waarin besturen ook betekent dat je wordt afgerekend. Maar uiteindelijk ben ik wel de politiek ingegaan om dingen te veranderen. En dan moet je dat voor lief nemen. Ja, maar is het wel geloofwaardig dat u in de politiek blijft als je een voorheen grootste partij zo diep laat vallen? Nou, ik denk dat het hartstikke geloofwaardig is. Ja? Kijk, moet u luisteren. Ik zit in de politiek om dingen te bereiken, om mensen te overtuigen op D66 te stemmen. Er is een hele goede kans, want het is nek aan nek met GroenLinks, dat we straks aan de coalitietafel zitten waar wij dan echt willen inzetten op een brede middencoalitie. Een coalitie die links en rechts verbindt. En dat is volgens mij waarom Amsterdammers moeten stemmen. En dan gaan we het donderdag zien. Je ziet dat een aantal partijen echt een directe uitdager op de flank hebben gekregen, zoals de VVD, het Forum en GroenLinks bijvoorbeeld. Bijeen. Ja, dat is bij D66 niet echt. Waar zijn uw kiezers nou naartoe gegaan de afgelopen tijd? Nou, kijk, wat je merkt is natuurlijk als er meer nieuwe partijen komen, dan worden de zetels wat herverdeeld. Dat zie je. Ze zitten niet direct in uw sfeer. Nee, maar dat zie je landelijk ook. Hè. Er zijn heel veel partijen bijgekomen. Dan gaat het totale zetelaantal wat omhoog. Maar de vorige keer hebben wij natuurlijk ook wat geprofiteerd van een tweestrijd die er was met de Partij van de Arbeid. Fors restzetels gehad. Dus ik denk uiteindelijk dat we op een mooi resultaat af gaan stevenen. Ik heb veel van uw posters in bushokjes gezien de afgelopen weken. Ja, vond je ervan? En nou ja, daar kom ik nu bij. Goed wonen, goed onderwijs. Ik heb best veel stellingen gezien zo in de afgelopen jaren. Maar deze vond ik wel heel kort. Wat is een beetje daar het verhaal achter? Nou, iedereen wil goed wonen, toch? Ja, zeker. Kijk, ik hoop dat je in bushokjes niet heel veel tijd hebt om hele pagina grote advertenties te lezen. Je wil gewoon dat de bus snel komt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar je fietst er vaak langs en dan wil je gewoon één slogan. En D66. Goed wonen. Dat is keuze, ja. Okay. Goed wonen, goed onderwijs. Okay. Ja. Even een vraag. Deze verkiezingen gaan ook wel een beetje over een nieuwe burgemeester van Amsterdam. Ik heb het er net ook al met een paar van uw collega's over gehad. Wie zou nou binnen uw partij een goede burgemeesterkandidaat van Amsterdam zijn? Nou, volgens mij hebben wij gezegd, en daar hebben we ook enorm dat volksinitiatief voor ondersteund. Eigenlijk moeten Amsterdammer veel meer invloed hebben op
het kiezen van de burgemeester. Daar wil ik nog steeds een punt van maken, ook bij de nieuwe verkiezingen. En dan heb ik als Amsterdammer gezegd, het zou het fantastisch vinden als het een vrouw wordt. Ik denk dat er enorm veel vrouwelijke topkandidaten zijn. Ja, maar u geeft nu geen antwoord op mijn vraag van wie, welke personen zouden misschien binnen uw partij nou geschikt zijn de burgemeester van Amsterdam? Nee, nu ben ik, ga je hier vanavond, geen rijtje namen noemen. Ik zijn ze er misschien dan niet binnen uw partij? Nou, ik denk dat er zat topkandidaten zijn. Want ik doe in ieder geval een oproep aan vooral vrouwen, maar zeker ook mannen, maar vooral vrouwen om zich te melden. Omdat ik echt geloof dat Amsterdam toe is aan een topburgemeester. Dat zou zomaar eens een vrouw kunnen zijn. Zometeen gaat u onderhandelen met andere partijen. U hoopt dat dat is wel de inzet. Maar we kennen die Nederlandse traditie dat je dan vrij snel een aantal van je idealen weer overboord moet gooien. Welke gaan we bij u als eerste uit? Ja, meneer Koops, kijk, dit is nou precies hoe politiek werkt, hè, ja, in Nederland. Precies. In Nederland moet je compromissen sluiten. En ik ben bereid ons dan vast een beetje voor. Nee, maar ik ben ook een overtuigd lid van D66, omdat wij altijd bereid zijn samen te werken en ook weten dat je water bij de wijn moet doen. Ik heb gisteren in het slotdebat al gezegd dat ik denk dat een gebalanceerde stad een gebalanceerde coalitie nodig hebt, omdat je ook gebalanceerd beleid nodig hebt. Dat is op de woningmarkt, dat is op onderwijs, maar ook op het klimaat. Uiteindelijk moeten we de lusten en de lasten eerlijk verdelen. Maar dat hele schulden aflossen waar u zich de afgelopen 4 jaar ook niet echt aan kon houden, dat zou iets zijn wat je de komende 4 jaar dan niet meer gaat doen? Nou, wat ik denk dat heel belangrijk is, dat is wel een kernpunt, is dat je de financiën van Amsterdam blijvend op orde houdt. Ik vind het heel belangrijk, hè? Want uiteindelijk betaal jij belasting hier, ik betaal belasting hier. En dat doen we allemaal omdat we het stadsbestuur vertrouwen, dat die goed op de centjes passen en verder kunnen we daarna onze idealen ermee betalen. Helder, dankjewel. Ja, en dan als laatste van vanavond, althans hier aan deze desk, Rutger Groot-Wassing van GroenLinks. Hoi. Hoi. Nou, mooi is dat. Wat? Nou, allemaal partijen die naar uw hand dingen en u gaat een beetje ruzie lopen trappen. Nee, als mensen onzin verkopen, dan moet je dat ook zeggen, vind ik. Ik heb sowieso niet het idee dat u heel erg open staat voor die avances. Klopt. Ik heb al een vriendin. Ja, maar politieke liefde. Nee, maar kijk, het is heel belangrijk, denk ik, wat er de komende 24 uur gebeurt. En het is geen geheim. Wij willen heel graag de grootste worden. Wij willen heel graag mee besturen. En niet om de macht, maar omdat we Amsterdam echt willen veranderen. Omdat we echt willen dat er dingen anders gaan. Omdat ik denk dat dat nodig is. En uiteindelijk doe je dat met 3-24 zetels. Ja. Zullen we nou eerst eens even afwachten wat die uitslag wordt? Nou ja. Ja, maar toch ga ik toch even hierop door. Want u heeft al aangegeven het liefst over links te willen. Nou ja, goed, dat wordt twijfelachtig of dat gaat lukken. Twee partijen waarmee vanuit de coalitie die naar uw handingen, VVD en D66. Wie van beiden vindt u het liefst? Geen van beiden. Oh? Nee, maar het liefst. Maar vindt u geen van beiden lief? Of? Nee, ach nee, ik vind allebei aardige heren. Maar het liefst is een beetje een rare term. Nee, maar kijk, het is ook een beetje lood om uit ijzer. Ik vind ze allebei knetterrechts. Knetterrechts? Ja. 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 Maar de woning. Nee, maar kijk, met D66 heb ik op een heleboel punten best overeenstemming. Ja. Hè? Als het gaat over veiligheid, als het gaat over verduurzaming, als het gaat over hoe je kijkt naar de sfeer en de atmosfeer in de stad. Maar op de woningmarkt is dat wel weer een stuk ingewikkelder. En hoe is dat met de VVD? Nou ja, de VVD is misschien wel wat buigzamer. Ik vind dat Erik van den Burg zegt over vergroening, dat spreekt mij ook wel heel erg aan. Dus ik denk dat je met beide goed zaken kunt doen. En D66 staat wat dichter bij ons. Maar ja, we zien het allemaal gewoon morgenavond wel. En zou u zelf wethouder willen worden? Ja. En wat zou uw eerste maatregel zijn? Mijn eerste maatregel? Ja. Ik denk dat ik alle mensen in de buurten en zo, van buurtorganisaties en ook de Bali en Pakker te Zwijgen en allemaal buurtinitiatieven, dat ik die in een grote zaal zou zetten en met elkaar nadenken over de radicale democratische vernieuwing van deze stad. Want ik vind echt dat burgers veel te weinig betrokken zijn bij de besluitvorming. U heeft een heleboel. U heeft in de campagne een heleboel punten genoemd waar u zich zorgen over maakt. Is dit dan het meest urgente? Nee, maar ik vind het wel belangrijk dat je als bestuur direct uitstraalt dat je dit wil doen. Ja. Omdat ik denk, en ik heb gezegd, ik zou werk, inkomen, armoede, diversiteit en bestuurlijke vernieuwing willen doen. Dan is dit wel iets wat je heel erg moet doen. Want als je, en kijk,
laat ik duidelijk zijn, GroenLinks zal nooit in een college stappen als we niet de ongelijkheid gaan bestrijden. Ja. He? Maar dat zijn wel wat ingewikkeldere maatregelen. Ja. Dus daar kun je niet op je eerste dag dat afkondigen. Nee. Maar wat is wel, zeg maar, wat zijn de thema's of het belangrijkste thema dat de komende tijd gaat spelen? In de stad? Of, ja, in de stad. Nou, ik vind echt de groeiende ongelijkheid. Ja. En dat uitzicht zowel in de woningmarkt als in de gezondheidszorg. Tussen wie, de groeiende ongelijkheid? Tussen hoog en lage inkomens, tussen hoog en laag opgeleiden. Ja. Dat heeft soms ook etnische dimensies, ja. En soms ook niet. En ook buurtdimensies? Zeker. En hoe zou je dat willen doen? Nee, maar er is niet één maatregel. Als er één maatregel was, dan nam ik aan dat zelfs dit bestuur dat gedaan heeft. Maar geef eens een aanknopingspunt. Het is te makkelijk om te zeggen. Ja, dat wij staan voor bijvoorbeeld het ophogen van het sociaal minimum naar 130%. Ik denk dat op het gebied van armoede... Wat houdt dat in? Dat is waar wanneer je in aanmerking komt voor ondersteuning. Armoedegelden. Ja. Maar dat gaat het ook heel erg... 120%, ja, geloof ik. Maar het gaat ook heel erg over schuldhulpverlening en hoe je daarmee omgaat. Het gaat heel erg over hoe je omgaat met werk. Ik was vorige week bij de BIS, dat is bedrijfsinvesteringszone... Ja. Kalfstraat, Heiligeweg. En die zeiden, ja, wij hebben gewoon heel erg tekort aan mensen. Ja. En wij kunnen zo allemaal mensen uit Noord, uit Zuidoost en Nieuw-West aan de slag krijgen. Maar het lukt ons er niet om bij de gemeente door te komen. Nou ja, dat is natuurlijk echt iets wat we zouden moeten regelen. Wat lukt ze niet? Nou ja, ze gingen naar een ondernemerspunt of zo. Ja. En ze kwamen niet verder dan een telefoonnummer van iemand van het stadhuis. Dus er is werk en er is aanbod van werk en het komt niet bij elkaar. Het lukt ons niet om dat bij elkaar te brengen. Zij zeiden, het grootste bezwaar is eigenlijk een OV-jaarkaart. Dat mensen gewoon met het OV... Je doet toch een briefje op de deur, personeel gezocht? Ja, maar zo makkelijk gaat het dus niet. En we hebben echt een verschil in deze stad. Er zijn gewoon groepen mensen die bijna niet meedoen. Of die veel minder meedoen. En dat is, denk ik, voor de lange termijn, is dat echt een groot gevaar. Laatste vraag. Heeft u al een lijstje met burgemeesterkandidaten? Nee. Nee? Nee. Gewoon één naam, Femke Halsema. Nee, ik heb geen lijstje en ik heb ook niet één naam. Nee. Nee. Terwijl u natuurlijk wel hoge ogen kan gooien als wellicht grootste partij. Ja, dat zou kunnen, maar ik heb me ook al uitgesproken. Ik wil heel graag dat het een vrouw wordt. Maar ja, ik weet bij God niet wie gaat solliciteren. Dank u wel. Dan gaan we door naar de laatste stelling. Maar voordat we daar beginnen, gaan we eerst naar een filmpje kijken. Stelling 5. Amsterdam gaat de komende 4 jaar beginnen met het project van de Oost-West-metro. Hij was 1,7 miljard duurder dan begroot, duurde 7 jaar langer dan gepland en nog steeds rijdt de Noord-Zuidlijn niet. En als hij straks gaat rijden, dan nog is de Noord-Zuidlijn niet voldoende om Amsterdam bereikbaar te houden. De stad zal de komende jaren enorm groeien, dus nieuwe grote projecten zijn nodig om te voorkomen dat Amsterdam vastloopt. Wordt het tijd om nu echt aan de slag te gaan met de Oost-Westlijn van Schiphol naar Zeeburgereiland? Ook al kost die volgens de schattingen zo'n 6,6 miljard euro. Heeft u allemaal gedraaid? Ja. Ja. Laat ik eens beginnen met meneer Evans. Ik zat een beetje te zoeken en in 2015 stond het nog in de plannen van het college. Toch stemt u nu tegen. Hij is onderzocht of dit nou de meest kansrijke optie is. Maar laten we wel wezen, Amsterdam heeft te maken met nog steeds de crisis van de Noord-Zuidlijn, die zoveel duurder is geworden, dat bouwen in die binnenstad is niet zo heel erg goed bevallen. Laten we nou zorgen dat juist die buurten van Amsterdam, dat die goed met elkaar verbonden worden. En op dit moment zie je dat we een serieus probleem hebben met het openbaar vervoer. De halte bij het Amstelhuis is opgeheven. Tram 14 wordt geschrapt. De mensen in Zuidoost waren bijna hun directe verbinding naar het Centraal Station verloren. Ik denk dat wij, en de mensen in Noord, die gaan straks allemaal met een overstap, kunnen ze pas komen in het centrum van de stad. U zegt dus volgens geen mij goed moeten idee. Wij echt investeren in de buurten van Amsterdam, dat daar goed openbaar vervoer komt, in plaats van dat we nu een prestigieus nieuw project gaan starten. Marleen Moorman, u bent de enige die hem op halverwege heeft staan. Ja, ik dat ook. Ligt er een beetje, wat je bedoelt met beginnen. Kijk, de Noord-Zuidlijn kwam voor het eerst in de plannen in 1968. Het heeft best lang geduurd voordat het ook daadwerkelijk een schop in de grond ging. Ik vind dat je moet nadenken over die Oost-Westlijn. Omdat er inderdaad straks een havenstad is. En als je
uitbreidt en veel woningen bouwt, dan heb je ook altijd infrastructuur nodig. Dat betekent niet dat ik vind dat de komende 4 jaar ook de schop in de grond moet. Maar ik vind wel dat we het moeten onderzoeken, inderdaad kijken hoe duur het is en maar hoe we het kunnen doen. Onderzoeken doen we veel en dat is ook belangrijk. Maar op een gegeven moment, die stad breidt ondertussen uit en die moet ontsloten worden. En daarom vind ik ook dus dat je daar niet mee moet wachten. En ik vind het dus onzin om te verkopen aan de Amsterdammers dat dat nooit gaat gebeuren. We hebben ook al lang structuurvisies waarin die in principe gewoon bekeken wordt. Omdat we het in de toekomst gewoon echt nodig hebben. Dan zullen we er ook nu voor moeten gaan sparen. Dus uiteindelijk gaat die komen? Ja, ik denk dat die er uiteindelijk zal moeten komen. De komende 4 jaar, we hebben natuurlijk met de Noord-Zuidlijn gezien dat het ook heel veel overlast heeft gegeven. Mensen, ik denk dat we allemaal straks dolblij zijn als hij rijdt. Ja. Maar ik denk ook wel dat het nu tijd is voor eventjes rust. Maar laten we wel plannen maken voor de toekomst en het niet allemaal stilzetten. Ja. Meneer Temmunti, en dan gaan we het rijtje zo even af. Ja. U neigt richting rood, maar het is half. Het is meer richting rood inderdaad. Want ik vind inderdaad dat we echt moeten leren van die Noord-Zuidlijn. Dat is echt een, wat mij betreft een debakel geweest. Ik vraag me nog steeds af, als je gaat kijken naar Noord, voor wie die Noord-Zuidlijn eigenlijk bedoeld is. Die mensen die hadden al inderdaad openbaar vervoer. Die mensen gaan er geen gebruik maken op deze manier. De Oost-Westlijn? Wat ik wel belangrijk vind om te benoemen. Kijk, de Oost-Westlijn. Ik denk dat je als stad, omdat je aan het groeien bent, dat je steeds meer moet gaan investeren in infrastructuur. Dat betekent dat je ook meer gaat investeren in het openbaar vervoer. Helemaal inderdaad, als je hoort inderdaad dat we minder met de auto willen gaan, dan moeten we het openbaar vervoer gaan uitbreiden. En wij hebben zelfs het idee dat we ook naar de randgemeente ook openbaar vervoer hebben, zoals inderdaad metro, et cetera. Alleen, ik heb nu de sterke neiging dat we die Noord-Zuidlijn aan het terugbetalen zijn in rap tempo over de rug van de Amsterdammers. Dat die treinkaartjes en de metrokaartjes zo duur zijn dat we dat geld aan het ophalen zijn om die schuld in die ellende van die Noord-Zuidlijn te betalen. Maar wat betekent dat voor de Oost-West-metro, dat u bang bent? Ik ben altijd voor om te onderzoeken voor beter openbaar vervoer. Ja. Maar ik wil wel dat we de nadruk gaan leggen op hoe we nu het openbaar vervoer hebben ingericht. En mensen, het is gewoon realiteit. Met mijn snorfiets rijd ik veel goedkoper van de ene kant naar de andere kant dan met het openbaar vervoer. Ja. Dat is gewoon een feit. Nou, ik wil eerst even meneer Boomsma horen hierover. Want de directeur van het GVB zei vorig jaar tegen AT5 dat het wel tijd wordt dat we binnen 2 jaar een keer een financieel besluit gaan nemen over die Oost-Westlijn voor de metro om de groei aan te kunnen. Wat zegt u tegen haar dan? Nou, we moeten absoluut gaan investeren in dat OV en ook de fijnmazigheid weer terugbrengen. Dat is te veel verloren gegaan door die bezuinigingen. Dus dat heeft inderdaad prioriteit. Op de lange termijn ben ik zeker wel voor een Oost-West-verbinding. Want het is goed om die stad inderdaad bij elkaar te brengen. En ook zeker naar Schiphol. Dan is ook die Schiphol-tunnel, heb je voortdurend storingen. Dus dat is om allerlei redenen heel verstandig. Ook om de regio te verbinden met... We gaan natuurlijk al maar het is niet het belangrijkste nu om te investeren in die Oost-West-metro. Het is heel belangrijk, maar ik vind het niet. Je kunt niet zeggen, we gaan hem inderdaad de komende 4 jaar daartoe besluiten en aanleggen. Dit is iets van de lange termijn. 6,6 miljard is ongelooflijk veel geld. We moeten wel leren inderdaad van die grote fouten bij de Noord-Zuidlijn. En ik hoop dat dat ook kan, dus dat we niet diezelfde fout gaan herhalen. Maar dan nog, binnen 4 jaar, dat is niet realistisch. Nee. Tot slot om het rondje af te maken, mevrouw Simons. Ja, het is grappig. We spraken zojuist over duurzaamheid. En ik zei dat ik het zo jammer vind dat dat zo eenzijdig aangevlogen wordt. En dit is een reden. Want wat mij opvalt is dat het OV heel vaak aangewend wordt als een goed alternatief voor de auto. Dat is groen, dat is duurzaam. Maar als we kijken naar het aantal... kilo's beton dat nodig is om zo'n metrolijn te bouwen, dan zijn we helemaal niet zo duurzaam bezig. Bovendien... Maar wat wilt u dan? Bovendien, ik zal eerst even mijn... Duurzamer dan de snorfietsen van meneer Temmunti. Ik denk het eerlijk gezegd maakt u uw punt even af. Wat wilt u dan? Ik ga even mijn eigen punt afmaken. Bovendien hebben we gemerkt, en Noord is daar een ontzettend goed voorbeeld van, dat OV heel vaak gebruikt wordt als gentrificatie. Dus met andere woorden, de mensen die in Noord woonden, die hebben geen enkel profijt van die metro. Wie hebben er wel profijt van? Al die mensen die in die mooie nieuwe dure huizen komen te wonen die langs de metrolijn gebouwd worden. Ik las uw flyer staat dat elke bewoner binnen 350 meter een halte moet hebben. Niet van de metro, van het openbaar vervoer. Ja. Dus daar moeten we wel in investeren? Ja, natuurlijk moet er geïnvesteerd worden. Ik ben ook helemaal, die fijnmazigheid moet ook absoluut terug. En we schrappen nu op dit moment gewoon zoveel haltes, gewoon zonder overleg met de buurtbewoners. Dat is ook een groot probleem. Helder. Zonder inspraak van buurtbewoners wordt er gewoon een halte weggehaald. Je staat morgens op. Je kan niet meer de bus pakken. Mevrouw en als we het hebben over de bereikbaarheid... De LV gaat over bereikbaarheid. En dan moeten we dus rekening houden met alle Amsterdammers. Ja. Weet u wat een impact dat heeft voor mensen? Weet je wat een impact... Dat bijvoorbeeld dat elke Amsterdammer op 350 meter gewoon bij een halte kan komen. Ook mensen met een beperking. Ook oudere mensen. Ook mensen met kleine kinderen. Want als je de stad aantrekkelijk wil houden voor gezinnen... dan praat je dus over wonen. Dan praat je ook over het openbaar vervoer. Ik wil mevrouw Moorman horen.
Mevrouw Moorman. Ja, ik vind het sympathiek, maar wat is het anders dan andere partijen willen? Ik vind ook inderdaad dat het heel bereikbaar moet zijn. En je ziet nu dat het vaak tekentafelefficiëntie is. Hè. Dus dan zeggen ze, nou, het is een afstand van 400 meter. En nemen ze niet mee dat er ook nog woonblokken tussen zitten of slootjes. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we hebben juist in de gemeenteraad heel vaak gezegd, met meerdere partijen, dat moet veel fijnmaziger. Ik heb samen met SP de lijn 53 gered. Zijn we ontzettend blij mee, hè? Dat mensen uit Zuidoost ook gewoon in het centrum kunnen komen. Overigens denk ik dat mensen uit Noord ook heel blij zijn dat ze straks in het centrum kunnen... Niet de mensen die ik ken in Noord. Oké, nou, ik ken andere mensen in Noord die daar wel... We kennen allemaal mensen. Ik weet niet wat voor... Ja. Kijk, uiteindelijk staan we natuurlijk wel voor het punt dat die stad enorm groeit. Ja. We bouwen een Noord-Zuidlijn. We hebben ondertussen OV, we hebben discussies over metro 53. Ja. Meneer Evans, we moeten nu aan de slag, want die stad slipt gewoon dicht. Ja. Dus wat gaan we dan doen? Nou, ik was net enorm blij toen het CDA zei dat er toch geïnvesteerd moet worden in het openbaar vervoer. Want u zit landelijk aan de knoppen en daar zal echt wat moeten gebeuren. Want de afgelopen tijd is er bezuinigd en bezuinigd en bezuinigd op ons openbaar vervoer. Terwijl er echt in geïnvesteerd moet worden. Maar we moeten keuzes durven maken. En daar kijk ik meneer Boomsma heel strak voor aan. Want u staat ook in debatjes met me te zeggen, we moeten al die miljoenen steken die we hebben in die parkeergarages. Laten we dan gewoon durven kiezen en zeggen, auto's, langzaam maar zeker gaan we er afscheid van nemen in onze stad. In ieder geval, die bezoekersauto's hebben we echt niet meer nodig. We durven te kiezen. We kiezen radicaal voor fietsstraten en voor goed openbaar vervoer. Okay, helder punt. Dat is een keuze die je maakt. Meneer Boomsma en dan meneer Termunti. Nee, dank u wel. Natuurlijk moeten we kiezen voor heel goed OV en dat zullen we ook doen. En de auto, ja, zeker de binnenstad, wordt minder goed bereikbaar. Nou, daarom hebben wij gezegd, we kiezen voor buurtparkeren, waarbij dus bewoners... en een bezoek voorrang geeft om te kunnen parkeren in de binnenstad. Ja. Nou, dat is prima. Daarnaast willen we ook investeren in ondergrondse parkeergarages. Maar laten we nou niet doen alsof het een of het ander is. Want er is geld in Amsterdam en onze stad is het waard om in te investeren. Dus zowel in die parkeergarages als in OV. Meneer Termunti? Nou ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is dat wij op dit moment dat iedereen eroverheen wil praten over hoe duur het openbaar vervoer is voor heel veel mensen. Heel veel mensen kunnen het niet meer betalen. Ik heb het 4 keer genoemd en iedereen gaat door over we moeten goed openbaar vervoer hebben. Laten we teruggaan naar de kern. Wij willen bijvoorbeeld de isolatorweg doortrekken, als je het hebt over doortrekken naar het Centraal Station. Dat vind ik de ring mooi. Rondmaken. Ja, de ring rondmaken. Dat is gewoon heel erg belangrijk. PvdA ook. Ja, het SP voorstel, dus dankjewel. SP ook voor. Iedereen is voor. Iedereen is voor. Gaan we iedereen is voor. Nou, dat is een goed voorstel. Nou, daar hebben we wel een mooi voorstel binnen. Goed geregeld. Maar het is ook natuurlijk kijken, wat ik net noemde, dat er in heel veel gebieden gewoon opeens trajecten niet meer bestaan. En dat mensen inderdaad genoodzaakt zijn om inderdaad of die auto te pakken of die brommer. En daar hebben we het niet over. Een tramkaartje is voor heel veel mensen niet te betalen. En hoor ik echt alle partijen te weinig over praten. Ja, mevrouw Moorman? Ja, dit is echt volstrekt onzin, want juist wij, op motie van de PvdA, is er gratis OV voor minima-ouderen gekomen. En ook heel veel partijen die zeggen... Ik hoorde het niet zeggen. Meneer Termunti, dat is nu zo. Het is geregeld. Ja, ik heb gezegd niet zo. Meneer Termunti, het is geregeld. Het staat in het verkiezingsprogramma van mevrouw Moorman. Het staat in het verkiezingsprogramma van de SP. En nog steeds vind ik het remkaartje te duur. Laten we niet door elkaar, want dan wordt het een beetje moeilijk te verstaan. Maakt u uw punt af? Daarom, ik vind fijn dat hij mee wil doen en dat hij zich ook wil inzetten voor de stad. Maar je moet zich misschien nog wel even verdiepen wat we gewoon al aan het doen zijn. Mevrouw Simon. Ik heb me heel moeten verdiepen. U hebt 60 jaar lang deze stad geregeerd. En ik moet u zeggen, die stad is er niet beter van geworden. Okay. Ik ben blij dat u in van die We hebben het eigenlijk, vond ik, 2 uur best wel goed volgehouden om het heel beschaafd en netjes te houden. Mevrouw Simons, wat wilt u nog kwijt over deze stelling? Nou ja, ik denk dat het inderdaad, dat het meestal al genoemd is, belangrijk om te kijken naar de lessen die je kunt leren van die Noord-Zuidlijn. Wie dient die Noord-Zuidlijn? Wie dient al die nieuwe OV? Maar die komt er. Wat doen we tegen gentrificatie? En hoe zorgen we inderdaad, ik ben het ook weer met meneer Groot-Wassink eens, dat die stijgende ongelijkheid een halt toe wordt toegeroepen. Dus het gaat over de prijs van het OV. Hartstikke mooi dat we het al binnen hebben voor de minima ouderen. Het zou fantastisch zijn als we het ook nog binnen kunnen halen voor kinderen bijvoorbeeld. Het zou heel erg mooi zijn. Mensen voor wie het lastig is. Nogmaals. Het milieuaspect waar openbaar vervoer heel vaak verkocht wordt, daar moeten we heel zuinig mee omgaan. Ja. Goed kijken. Ja. Meneer Boomsma, tot slot. Ja, we moeten
beginnen met investeren. U kreeg een compliment van meneer Evans dat u eindelijk wil investeren in OV. Hoe luistert u daar dan naar? Nou ja, dat neem ik met plezier in ontvangst. Dank u wel. Ja. Maar dat is natuurlijk niet nieuw. Het is wel zo, inderdaad, landelijk is er bezuinigd op OV, ook vorige regering. Ja. Ja, inderdaad, je kunt een euro maar één keer uitgeven. Het is wel zo dat we ook het lijnennet hebben is opnieuw ontworpen. Nou, dat is te ver gegaan. Een deel van die fijnmazigheid is daarbij verloren gegaan. Dat moeten we herstellen. Ja. Het is wel zo dat sommige lijnen inderdaad effectiever en efficiënter zijn geworden, waardoor je ook meer mensen kunt vervoeren voor minder geld. Maar ja, we zijn er nog niet. Ja, en wij hebben ook gezegd, we moeten nu inderdaad een deel van die bezuinigingen gaan terugdraaien. We moeten ook kijken naar andere manieren om die fijnmazigheid te waarborgen. Bijvoorbeeld met buurtbusjes. Nou, daar hebben we ook voorstellen voor gedaan. Maar je moet ook die grote lange termijn in de ogen houden. En dan ontkom je denk ik inderdaad niet aan echt hoogwaardig OV in de hele regio, light rail en metro. Ja. Als ik het zo hoor, dan komt die Oost-West-metro de komende 4 jaar in ieder geval niet. Als het aan jullie ligt, dan is de eerste paal nog niet de grond in. Nee. Zeker niet. Oké. Dan laten we het hierbij. Ik wil graag een warm applaus voor deze 5 lijsttrekkers. Dat mag u zo nog een keer doen en dan nog harder, ook met de anderen erbij. Ik wil in ieder geval, dames en heren, we zijn aan het eind van de campagne gekomen. Dit was het laatste slotdebat. Morgen kunt u gaan stemmen. En ik wil u dan op een persoonlijke noot op het hart drukken om te gaan stemmen morgen. En vooral ook nog iemand te zoeken die niet gaat stemmen en die te overtuigen. Want die stad is veel te belangrijk om niet mee aan de slag te gaan. Gaat u vooral nog, want dat is ook een goede traditie bij democratie, nog met z'n allen een drankje aan de bar doen en doorpraten over de belangrijkste thema's. Ik wil altijd eerst een warm applaus voor mijn mede-collega's Ruben Koops en Michiel Cousy. En tot slot wil ik, komt u vooral even naar voren. Houdt uw applaus nog even vast. Ik wil eigenlijk vol goede moed de komende 4 jaar in. En deze 10 mensen die toch hun nek uitsteken om deze stad mooier te maken. Als laatste, voordat we allemaal naar de bar gaan, een warm applaus geven en veel succes de komende dagen. Dank jullie wel.